naast dat je liefde van je familie krijgt, wil je ook vrienden hebben. Ja. Dat heb ik niet gekend. Ik werd altijd gepest, man. En ik was nergens welkom en ik was gewoon altijd meer op mijzelf. Ik ben gewoon niet op die verjaardag binnengekomen, man. Ik heb al nachten niet geslapen. Paniek zit in mijn hoofd wanneer gedachten met me praten. Want als ik gone ben, wie gaat dan zorgen voor mijn naasten? Ik ben niet bang voor de dood, ik heb een angst voor verlaten. Hey, what up, it's game, man. NandoLeaks. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna, Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up, T.J. Khaled. Hey, what's up, everybody, this is J-Bobby. NandoLeaks, okay. Fernando, X is in that station for a reason, baby, aight? NandoLeaks. Real Talk. Yeah, what up, it's your boy Fernando, a.k.a. Mr. Keep It Hard, Keep It Bang. En welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk. De podcast over motivation, groei, ontwikkeling en vooral het delen van kennis. Dat is heel belangrijk. Liefde, good vibes. Dus als je deze podcast gruwelijk vet vindt en andere interviews wilt checken, like, subscribe, deel het. En wie weet komen er nog meer. Laat altijd weten wie je nog meer wil zien. De man die ik vandaag in deze podcast heb, ken ik al jaren. Jij kent hem ook. Hij is altijd supergaande. Hij is grappig. Hij is altijd real met zijn familie. Ik vind hem bewonderingswaardig. Hij is in de building. QC! What up, man? What up? What up, my brother? Mooie intro, man. En Mr. One-Taker, bro. Dit is niet, je doet dit niet voor een tweede keer, zeg maar. Altijd in één keer. Love. Vind ik hard, man. Love. Bewijs, mensen, bewijs! Nee, maar dope. Dope dat je sowieso in die podcast wilde komen. Want je doet niet veel interviews, één op één. Nee, niet meer. Ik heb dat een tijd gedaan. En op een gegeven moment had ik het gevoel van, yo, ik vertel nu de hele tijd hetzelfde verhaal, weet je. En het hoort natuurlijk wel bij mijn leven, het verhaal. Maar op een gegeven moment deed ik dat te veel. En toen dacht ik van, ik ga gewoon even nu geen interviews meer doen. Echt een aantal jaar. Gewoon soms een kleintje hier en daar. Ja. En gewoon nu bezig zijn met mijn carrière en weer nieuwe verhalen ontwikkelen, man. Ja, en toen belde ik je van, hey bro, yo. Ja. En waarom zei je ja? Ja, bro, gewoon puur omdat jij het bent, man. Ik vind je, naast dat je gewoon een hele goede presentator bent, one takes doet, ben je ook gewoon een goed mens. En positieve energie altijd. En altijd ook gesupport. Ook zelfs als ik een dingetje had, bijvoorbeeld met FunX, wat me niet helemaal lekker lag. Jij hebt me wel altijd gewoon, als ik een nieuwe track had, ook al bracht ik hem uit, had ik je niet geconnect, dan connect je mij nog daarna van, hey, waarom heb je me niet gebeld? Dit is dat, snap je? En dat is gewoon, dat is some real shit, omdat op een gegeven moment wordt gelijk. Ik wil niet gelijk een bash naar FunX of zo gooien. Het is real talk. Nee, maar dat is gewoon dat op een gegeven moment, weet je, ik heb muziek altijd heel serieus genomen. En daar is het allemaal bij mij begonnen. En toen ik dus bij FunX werd ik altijd uitgenodigd om de leuke dingetjes te doen. Snap je? Oh, QC doet wel even een autotune challenge en dit en dat. Maar als ik een nieuwe tune had, werd hij niet gedraaid of zo, snap je? En jij bent dan wel de enige die mij gewoon komt checken, man. Dus dat is alleen maar, gewoon respect. Ja. Ja, het is ook moeilijk, zeg maar. Ik krijg ook veel appjes en dingen van mensen die zeggen van, yo, kan je mijn track draaien? Dan zeg ik van, ja, maar niet elke track kan gedraaid worden, yo. En je weet toch, er komen per dag volgens mij duizenden tunes uit. Dus dat is altijd een moeilijk dingetje, bro. Ik heb echt soms ook bijvoorbeeld ook buitenlandse artiesten die me bijvoorbeeld checken en zeggen, kijk, je hebt twee manieren. Ik heb natuurlijk best wel veel artiesten als eerste een push gegeven op de radio. Maar je hebt ook nog zoiets als de muziekredactie. Die gaan over de hele zender. En dat komt een hele team bij kijken. Ja, dat is het ook. Maar ook, weet je, en ook bijvoorbeeld, soms heb ik ook wel eens discussies ook met artiesten die zeggen van, ja, FunX dit en huppelepup. En dan zeg ik, ja, oké. Ik bedoel, iedereen heeft zijn persoonlijke, hoe heet het? Maar dan zeg ik van, ja, maar je moet ook naar de andere radiostations kijken. Want die draaien bijna helemaal geen hiphop. Dat is wel helemaal. Snap ik bedoel? Dat vind ik ook. Als mensen, zeg maar, ook dan klagen, dan moeten ze ook daarover klagen. Ja. Weet je, want ik zie soms bijvoorbeeld ook bij andere kanalen dat bijvoorbeeld dan, je weet dat op YouTube hadden ze allemaal rappers en denk van, oké, maar je mag ze ook draaien op de radio. Je weet toch? Want, ja, nee, zeker. Maar hip-hop is one of the biggest, zeg maar. Daar ben ik het mee eens. Verdient meer love. Maar bij mij was het gewoon meer, met FunX was het gewoon, zat het voor mij allemaal iets dieper, omdat ik daar echt een soort van kind aan huis was. Snap je? Ja. Oh, zelfs als ik daar even was, je weet het, bro. Ik blijf gewoon chillen tot sluit bijna. Ja. Maar altijd love voor jou, bro. Ja, en die autotune challenge voor jou, ik weet nog, voor de mensen die niet weten, deze man, ja, je moet het of gezien hebben, of misschien heb je het niet gezien. Deze man killt de autotune. We hadden ooit een soort autotune situatie waarbij artiesten, BN'ers, die kwamen binnen en die moesten die autotune gaan rippen. Deze man, hey. Te lachen, man. Wat was je favoriete sessie? Boah, ja, dat is toch wel die lief. die was waar het meest geweldig, man. En toen weet ik ook nog dat ik Trijntje Oosterhuis voor jou had gefixt. Ja, man. Die kwam helemaal in de ochtend, want die wilde met jou ook een autotune challenge. Die autotune niet, toen moest ik het zonder autotune doen. Maar gewoon gedaan, scheid, man. Shout-out aan jou, man, ja, bro. Love. Dat is love, man. Nee, maar dat vind ik ook mooi. Dat wil ik ook met je over hebben, over muziek. Want wat mensen moeten beseffen, you got bars, bro. Ja. Nee, maar echt, dat wil ik echt zeggen. Ik bedoel, je weet toch, niet omdat hij hier is, maar die man heeft echt bars. En je weet toch, ik zie mezelf echt als een muziekkenner. Je weet toch? Google me, je weet toch? Ik weet waar ik het over heb. Maar bro, je hebt echt bars. Hoe is het dan voor jou om zeg maar bijvoorbeeld te weten dat je echt gewoon up there bent met de bars? En je denkt van, joh man, vind je dat je genoeg credits krijgt? Kijk, uiteindelijk, misschien vanuit de scene niet. En dat heeft me een tijdje dwars gezeten en ik weet ook niet waarom. Maar qua de mensen, ja, alsnog worden de serieuze tunes echt miljoenen keer beluisterd. Terwijl ik 4 minuten lang zonder refrein rap over mijn pijn, snap je? Ja. Dus ja, daar zijn genoeg credits. Maar op een gegeven moment verwacht je ook een soort van, hoe noem je dat? Een soort van go van de scene, toch? Dat ze zeggen van, hey man, jij behoort niet tot die YouTube-rappers. Ja. En dat krijg je dan wel elke keer. En dat heeft me elke keer, ik weet niet eens waarom nu, want nu boeit het me niet echt meer. Maar dat heeft me wel, ja... Dat vond ik niet fijn of zo. Ja. Maar, is het niet misschien omdat je zeg maar in hart en nieren juist zeg maar eerder een rapper bent dan een YouTube-rapper? Ja, maar ook nog meer rapper dan dat eigenlijk nu de rappers in de scene zijn. En wat doe je daarmee? Wel, ik leefde echt hip-hop vanaf Wu-Tang tijden, bro. En dat heeft me ook, ik ben ook heel lang die zeg maar boze hiphopper geweest die nieuwe muziek niet accepteerde. Bro. Lil Wayne, Drake, ik luister dat allemaal niet. Het was Wu-Tang, het was de man hierachter, DMX, snap je? Ik heb echt, zoveel. Map Deep, echt. Ja. Ik ben heel lang in oldschool gebleven tot 2013. Toen maakte ik ineens een switch dat ik dacht van oké, ik moet niet gaan kijken naar nieuwe hiphop. Zoals ik naar oude hiphop kijk, snap je? Als ik een Young Thug ga luisteren, moet ik niet verwachten dat hij met Map Deep achtige teksten. Ja, je ging het accepteren. Je ging het accepteren. Dus nee, maar zo diep zat hiphop. Ik leefde het echt. En dan kom je in de scene, dan heb je rap battles gedaan. Dan maak je vervolgens zelf muziek. Word je groter met YouTube. Ja. Dan komt er ineens een hele wolk over het YouTube rappen heen. Ja. En dan krijg je ook diezelfde stempel. Terwijl dat vond ik oneerlijk, omdat ik dacht van bro, ik leef dit. Weet toch, bro? Ik ging naar allemaal open mics. Ik trad op voor €0, bro. Gechoked op podium. Ik heb mezelf echt voor lul gezet. En nu word ik een soort van niet geaccepteerd door rappers die eigenlijk... en dat is ook verder prima, maar die niet eens echt een associatie met hiphop hebben. Maar die denken van oké, hier kan ik mijn centje mee verdienen. Dus daarom ga ik rappen. Dat geven heel veel rappers ook toe. Ja. Terwijl ik dacht van bro, ik leefde deze shit echt voor. Je weet ik zou al mijn geld daarvoor... Ik had geen geld, maar ik zou dat ervoor over hebben. The money. Ja. Ik zou al mijn geld erover hebben om zeg maar te rappen. Bij mij was het gewoon de goedkeuring van je kan rappen, snap je? En dan krijg je dan niet een soort van... Maar dat is dan een fase waar je even in zit. En nu ben ik wel op een level dat ik denk... Maar het is wel logisch. Het is wel logisch. Want op een gegeven moment... Ik denk dat iedereen het heeft. Op wat voor manier dan ook. Je wilt uiteindelijk geaccepteerd worden. Ja, hoe stoer mensen ook zeggen van... Ja, maar ik doe mijn eigen shit. Ja, je doet je eigen shit. Omdat je hebt bedacht van... Oké, die willen me niet. Dus dan moet ik even iets zelf gaan bedenken. Maar er zit iets in de mens... We willen op een gegeven moment een soort... Acceptatie, hoor. Ja. Het is ook raar eigenlijk. Want als je op een gegeven moment denkt van... Die mensen doen niks voor je. Als het goed met je gaat, komen ze wel. Als het niet goed met je gaat, checken ze je niet. Dus er is niet alsof er een soort oprechte, zeg maar, liefde is. Nee, snap je? Maar in heel die industrie niet, man. Ook niet in de YouTube. Het is allemaal... sowieso allemaal geen liefde. Het is best wel koud of zo. Daarom... bemoei ik me ook niet met heel veel mensen. Ik kan je een box geven, links en rechts. Maar ik ben gewoon met mijn eigen mensen. De mensen waar ik voor zorg. Maar verder zijn het gewoon collega's. Een box geven is cool. Hier en daar een praatje. Maar weet toch. Ja, maar ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment... Kijk, als je voor het eerst in de wereld komt zitten. Of je komt voor het eerst kijken. Dus je denkt... Hey bro! Dat je op een gegeven moment denkt van... Hey, het zijn allemaal mijn matties. Op welk moment begon je te beseffen dat... Het collega's zijn en niet altijd allemaal even bevriend. Gewoon omdat ik zie hoe iedereen in de scene beweegt. En of het nou in een Hilversum is, in een YouTube-scene, in een rap-scene. Bro, ik heb het gevoel dat bijna niemand elkaar echt mag. En meer met elkaar omgaat. Omdat jij hebt 400.000 volgers, ik heb 400.000 volgers. We kunnen elkaar omhoog pushen. Laten we dat doen. Maar einde van de dag, als jij ineens veel groter bent en de andere is daar gebleven, ga je niet met hem om, want je hebt niks meer aan hem. Dat is fake love shit, snap je? Ja. En hetzelfde gebied van ja, ze vinden die allemaal tof, kunnen lachen met je. Maar als jij nu morgen wordt beroofd en ze laten jou liggen in je onderbroek, hè, en ze hebben daar een video van gemaakt, ik doe maar een gekke voorbeeld. Ja. Dan zijn hun ook de eerste om daar grappige video's over te maken en het belachelijk te maken. Bro, het is niet real shit. Daarom dat als je mij op een rode loper ziet, zie je me nog steeds gewoon met mijn day one friends. Snap je? Dat zijn matties waarmee ik ben opgegroeid. En er is altijd plek voor nieuwe vrienden. Maar, laat me wat duidelijk zijn, er zijn wat mensen waar ik wel gewoon, ja, wel bevriend mee ben geraakt. Wie zijn je YouTube-matties? Maar nu als ik daar een paar ga noemen, ben ik... Er zijn er heel veel, dus je kan ze die allemaal opnoemen. Maar ik geef je gewoon een top 3. Oh, wat is moeilijk. Top 5! Het is lastig, ik ga mensen overslaan dan, man. Maar er zijn gewoon een paar mensen waar ik gewoon goed mee ben. Waar ik ook gewoon contact mee heb. Wat ik bijvoorbeeld mooi vond aan Tajoela, die dan nu een onderdeel van Supergaande is. Met hem ging ik al om vanaf de eerste opname met Supergaande. Maar Tajoela is een guy die mij gewoon... Weet je, hij belt jou ineens op een zaterdag. Ja. En denkt, oké, Tajoela belt mij bijvoorbeeld. Van, wat gaat hij vragen? En dan vraagt hij op een gegeven moment... Yo, hoe gaat het, bro? Zeg ik, ja, goed met jou, dit en dat. En dan wacht je op het moment van... Oké, hij gaat nu iets vragen van... Hij heeft me nodig voor opname. Ik zeg, yo, bro, maar... Waarvoor belde je? Hij zei, nee, gewoon om je te checken, snap je? En op dat moment merk je van, oké, dit soort mensen zijn real, snap je? Ja. En dat vind ik er mooi aan. Maar je kan wel bevriend raken. Maar het liefst hou ik veel op afstand. En ik hoef niet of zo een frictie tussen te zitten of boos te zijn. Ja. Maar gewoon, doe jij jouw ding, ik doe mijn ding. En ik bemoei me ook niet met... Je probeert ook niet, en dat heb ik wel een tijdje gedaan, hoor, dat je ook... Niet misschien helemaal bewust, maar ik heb ook wel een tijdje op... Ik moet niet zeggen... klein beetje op een hype en hier en daar gesprongen, waarvan ik nu soms denk van, oké, dat was niet nodig geweest. Wat was zo'n hype dan? Laten we zeggen toen met Armo. Mm-hmm. Weet je, voor mij was het puur gewoon uit van, er zat niks van irritatie of jaloezie naar hem toe of zo op dat gebied. Maar hij ging natuurlijk naar Amerika en dan maak ik daar een video over. Dat iedereen zei ineens van, hij is Duits toch? Ja. Wij Nederlanders claimen hem niet, zeg maar. En dan ga ik daar een soort van reactievideo op maken. Omdat ik dat op dat moment grappig vind. Maar weet je, achteraf denk ik van, ja, dat zijn... Daar sta ik niet voor, man. Eigenlijk had ik zo'n video nooit moeten maken of zo, weet je. Maar dat zijn dan ook leermomenten. Maar in het algemeen... Ja, probeer ik niet echt op hypes te springen. En vooral niet hypes die hebben te maken met het naar beneden halen van andere mensen. Dus zo'n arme op het moment dat hij... wat mensen er ook van vinden, we vinden allemaal iets van die pranks. Maar op het moment dat deze jongen naar Amerika gaat, daar zijn droom probeert waar te maken. En vervolgens is iedereen een soort van, laten we hem bashen. Op het moment dat ik een reactievideo daarop maak, ook al heb ik niet de intentie van ik wil hem echt bashen of naar beneden halen. Want bro, als die man 10 keer zo rijk als ik word, maakt niet uit, boeit mij niet. Snap je? Ik gun hem dat. Maar op het moment dat je zo'n video maakt, dan ben je toch wel aan het bashen. Ondanks dat je het zeg maar bewust doet of onbewust. Ja. Dus dat zijn dan van die momentjes waarvan ik leer en waarvan ik denk van ja, dit doe ik voortaan niet meer, man. Want dit laat mij precies de persoon zijn die ik eigenlijk niet wil zijn, man. Ik wil gewoon, iedereen doet jij ding, ik doe mijn ding. Ja. Het lijkt me ook moeilijk, hè? Op een gegeven moment bijvoorbeeld op YouTube. Iedereen kan een filmpje over je maken. Iedereen heeft een mening. Ben je iemand die bijvoorbeeld ook de comments checkt? Oh, ja. Ik kijk comments. Maar ik heb vooral, ik moet zeggen, ik heb het best wel makkelijk misschien als YouTuber. Omdat ik best wel veel positieve comments krijg. Maar hier en daar ook wel een lelijke comment tussen. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me nooit wat heeft gedaan. Ik heb wel eens comments gezien. Vooral als het over mijn kinderen gaat. Oh, maar dan wil ik je gewoon iets aan doen. Ik zeg je eerlijk, maar ik heb ook wel geklikt, gecheckt van oké, kan ik die naam ergens vinden? Ja, toch, maar dat zijn gewoon frustraties, man. Dan, je weet toch, je fokt gewoon... Wat is je? Nee, maar ik zeg, kijk, iedereen mag zeggen wat ze willen, maar ik vind kids is een no-go, man. Ja, man. Dat is wel eigenlijk een soort no-go. Maar je hebt ook van die YouTube gangsters, dus zeg maar op YouTube zeg je van alles. Jij bent nep, man. Ja. Ja, bro, als mensen dat vinden... Kijk, uiteindelijk denk ik van... Jij hebt toch nog op deze video geklikt. Dus ergens vind je me interessant, snap je? Maar dat ga je er altijd bij hebben. En zo'n persoon die zo'n frustratie uit... Misschien zit hij ook niet helemaal lekker in zijn vel. Snap je? Ik heb nooit in ieder geval... weet je, ik heb ook vaak niet lekker in mijn vel gezeten. Maar mij was nooit de uiting om, zeg maar... Oh, deze artiest is nu bezig en ik ga op hem haat. Ik ga een haatcomment schrijven. Dat was niet mijn uitding. Maar misschien is dat voor iemand anders wel. En ja, het is raar. Ik heb ook wel eens gehad dat iemand een haatcomment naar mij schreef. Of een DM. En dat ik daar gewoon serieus op ben ingegaan. Maar gewoon op een manier van... wat zit je nou precies dwars, snap je? Gewoon een soort van... je was nieuwsgierig naar de haat. Ja, gewoon van dat. Uiteindelijk blijkt het niks te zijn. En is het gewoon frustratie. Maar ik heb ook gehad... heb je dat nooit gehad? Dan heeft iemand echt... Vanaf 2019, ik krijg heel veel DM's binnen. Ja. En dan krijg ik vanaf 2019 zegt... Yo bro, je bent echt hard, de hardste, lof. En daarna van, hey bro, waarom reageer je niet? En dat wordt steeds grimmiger. Ja. Maar hey bro, jij bent echt teringnep en dit en dat, snap je? Dus ja, het is... Het is crazy, want ik weet, ik had met... volgens mij zei... Ja, Mo zei het ook, Mobicep zei... Ja man, dan heb je gewoon die kill, die roept opeens iets negatiefs. En dan zie je hem, zeg je... Hey bro, ik vind jou hard, dit en dat. Ja. Snap je? Dus is ook weer, heb ik ook wel eens... Dat iemand dan zegt... Ja, je bent een hater, je gunt niet. Zo dacht ik, hé, maar als deze man echt zijn research had gedaan... dat hij juist geweten dat ik juist bekend sta, dat ik juist gun. Is zo, maar dat is ook nooit goed, man, bro. Het is ook nooit goed, zeg maar... als ik, zeg maar, bijvoorbeeld een tijdje niet upload... Ja. Dan is het van, yo, waar blijf je? Snap je? En dan worden mensen daarom boos. En als ik dan weer ga uploaden... Oh, zijn geld is op, dus hij gaat weer uploaden. Wow, het is nooit goed. Het is nooit goed, snap je? Maar je moet op een gegeven moment gewoon een dikke huid, zeg maar, ontwikkelen. Man. Maar wat ik gewoon probeer te doen, ook met deze podcast... is van, ik wil die motivatie spreaden. Ik wil dat als mensen naar deze podcast kijken... dat ze van mijn gasten iets leren. Dat ze mij op een andere manier leren kennen... in plaats van die gast die alleen maar liedjes draait... en keep it hard, keep it bang roept. Goeie quote wel, hè? Goeie quote. Love. Nee, maar Sammy, dus ik vind het ook belangrijk om... ook een serieus gesprek met mensen te hebben over wie ze zijn. Het is meer een... Weet je, wat bij jou, wat ik zeg van wat ik mooi aan jou vind... is dat je dus, naast dat je al die video's maakt... succesvol bent met Supergaande... vind ik jou het meest succesvol als family man. Weet je, ik ben nooit opgegroeid met de traditionele family situation... met mijn echte vader, mijn moeder en dat. Ik heb wel de beste stiefvader ooit, Roel, I love you, als je kijkt. Je weet toch? Die man is solide. Vanaf mijn 10e, 11e was hij er gewoon. Ja. Weet je? En dat vergrootte ook de pijn bij mij van... maar waarom wil mijn vader me niet? Waarom wil mijn biologische vader me niet? Ja. Als deze man, die verliefd is op mijn moeder... mij accepteert als zijn zoon. Waarom is... Weet je, dus dat maakt het ook pijnlijker. Dus wat ik zag en waar ik extra gevoelig voor ben... is als ik dingen bij mensen zie van... wauw, man, is een goede vader, man. Vind ik echt mooi. En dat vind ik echt gruwelijk. Van. Dat is een compliment. Dat is een compliment, man. En het is raar om te zeggen van jezelf... van ben ik een goede vader? Want ja, wat is nou precies een goede vader? Maar ik doe mijn best, toch? En ik wil gewoon het beste voor mijn kids hebben... En alles wat ik ook nu doe, is voor mijn kids, snap je? Is voor later. En ook, ik hoop dat ik een empire kan opbouwen... die zeg maar voor mijn kinderen is... maar ook nog eens voor mijn kleinkinderen. Daar de kleinkinderen van. Ja. Weet je, dan moet je op een gegeven moment wel op een Elon Musk zitten. Elon Musk, dat gaat de rijkste man ter wereld. Dus, maar het is vooral niet van... kijk, iedereen heeft zijn ding. En sommige mensen houden van dikke auto's, snap je? En alles op en eraan. Maar dat is niet soort van... dat is niet de missie, snap je? Voor mij hoeft straks een oerkoes of zo, dat hoeft voor mij niet. Ja. Snap je? Kijk, heb je ons laten verleiden door die gedachten? Dat kan me voorstellen. Want tuurlijk, jij komt van de bodem en weet je, je had niks. En dan op een gegeven moment verdien je geld. Het gaat lekker. Ik kan me voorstellen dat je ook af en toe denkt... nou, ik ga spenden. Mijn eerste 10.000 heb ik echt uitgegeven aan... Ook wel bijvoorbeeld een laptop voor mijn moeder. En een ding voor mijn broer. Maar ook gewoon... voor mij Gucci-riem gekocht en noem maar wat op. En snap je? En dat was, ik kreeg ineens de eerste 10.000 binnen. Dat was in een decembermaand. En dat is een soort van... dat blijkt dan een goede YouTube-maand te zijn. Maar dat wist ik op dat moment niet. Dus ik denk van, joh, vanaf nu ben ik aan. Dus volgende maand is dit ook. En zeg maar een jaar later... of een jaar later, een maand later... in januari... kwam er niks meer binnen. Dus nu, ik ben met Nesim alles aan het uitgeven. Dat mediamarkt, weet je toch? En nu in januari, Nesim had nog elektrische, zo'n robotstofzuiger gekocht. Maar hij wist niet meer wat hij met zijn money moest doen. Zo, zeg maar, zo in die vibe waren we. Terwijl, bro, we hebben 10.000 allebei verdiend, snap je? Ja. En vervolgens, daar leer je dan van. Dan ga je weer even op je bek. En dan denk je van, laten we weer rustig doen. Maar wat je zegt, verleidingen om dingen te kopen. Kijk, bro, ik heb nu bijvoorbeeld, wat ik je zeg... mocht ik echt heel veel geld hebben... en een hele dikke auto, een soort van supercar... ik weet niet of ik dat 1, 2, 3 zou kopen. Ik heb dan bijvoorbeeld nu wel een goede family car besteld. Wat misschien Oké, misschien iets meer is dan alleen een family car. Maar wat ik je zeg... Ik ben zo benieuwd naar die auto nu. Hij wil niet stunten. Ja, ik heb een soort family car. En wat misschien niet iets meer dan een family car is. Wat voor gekke mag je zelf? Nee, het is niet zo. Maar het is wel een soort van auto waar ik vroeger nooit van zou kunnen dromen. Ja. Maar wel van droomde, zeg maar. Ja. Maar wat ik bedoel, nog even uitleggen met die auto's is van... Kijk, dat mensen het kopen, dat is hun ding, snap je? En sommigen gebruiken het ook heel goed als marketing en zo. Dat is gewoon allemaal knap. Maar mijn missie is uiteindelijk van... Ik zeg op een gegeven moment in een liedje van me, zeg ik zo van... Ik heb al nachten niet geslapen. Want als ik... Nee, ik heb al nachten niet geslapen. Paniek zit in mijn hoofd wanneer gedachten met me praten. Want als ik gone ben, wie gaat dan zorgen voor mijn naasten? Ik ben niet bang voor de dood, ik heb een angst voor verlaten. Snap je? En daarmee zeg ik eigenlijk van... Ik heb me op een gegeven moment heel lang afgevraagd van... Joh, ben ik nou echt bang voor de dood? En daar ben ik al bezig sinds dat ik kind ben. Ben ik daar al bang voor dit en dat? En op een gegeven moment... Weet je, dan ga je jezelf afvragen... Ben ik nou echt bang voor de dood? Voor hetgene wat me te wachten staat? Of wat er hierna gebeurt? En toen dacht ik, nee man, het is eigenlijk de angst voor verlaten. Ik ben straks bang als ik nu bijvoorbeeld kom te overlijden... of morgen, dat mijn gezin met niks zit. Snap je? En dat is mijn grootste angst. Dus het is niet eens de angst voor de dood. Het is bang dat straks het huis niet is afbetaald. Snap je? Dus dat mijn... dat ik kom te overlijden, dat ze het huis uit moeten. Dat mijn kinderen niet een studiegeld hebben en noem maar wat op. En dan is het niet echt per se... Het draait niet allemaal om geld, maar... Waar ik vandaan kom, weet ik wel dat het belangrijk is... om gewoon een goede financiële basis te hebben. Ja. En dat is alles waar mijn focus op is. En dat is het enige wat ik wil. Ik wil straks gewoon mijn huis hebben afbetaald. Snap je? En dan zeggen mensen, ja... en ik weet wel, ik ken de trucjes. Je moet je huis niet helemaal afbetalen. Dus laat gewoon een kleine 50k of zo staan. Waar je de komende 30 jaar over mogen doen. Ja. Maar dat betekent dat het wel een soort van is afbetaald. Ja. En daar wil ik zeg maar naartoe. Dat gaat mij rust geven. Want mensen zeggen dan wel van ja, nee, je kan beter investeren en zo. Ja, dat wil ik ook wel allemaal. Maar eerst wil ik soort van dat geregeld hebben. Want anders ga ik geen rust in mijn hoofd hebben. En zolang dat er is, ga ik geen Urus kunnen kopen. Ga ik geen Urus... Ik vind Urus echt een dikke auto. Ik zit bijna te denken dat die family car is. Ik kan hier niet zitten en zeggen van... Iets meer dan een family car is het binnen. Het is gewoon die Urus. Nee, maar het is wel echt een dikke auto. Ja, maar het is ook de enige Lambo waar ik in pas, toch? Dat is ook wel een ding. Ik ga van mensen, ik ga van regelen. Maar lig je daar soms wakker van? Van zeg maar wat je net heel mooi aangeeft. Nachten, man. Dat is echt mijn zorg. Als je dat nu ook aan mijn family zou vragen, hoor je, wat is je zorg? Dat is mijn zorg, man. Gewoon dat... ik wil gewoon er voor ze zijn, snap je? En alles doen. En ik doe ook veel voor ze. En ik ben dan, moet ik wel zeggen... Ik show niet heel veel, weet je. Kijk, en dat is ook zo'n dingetje wat ik heb van... als je veel dingen showt, dan kan je... zou je het bij mij, maar ook bij anderen kunnen afvragen... van wat is precies de intentie? Snap je dat je het doet? Ja. Als jij zwervers op straat gaat helpen, bij wijze van spreken... wat is de intentie? Als jij laat zien van... oh, ik heb dit voor mijn moeder gedaan, of dit voor mijn broer... of noem maar wat op. Wat is de intentie, snap je? Dus ik doe eigenlijk... Tuurlijk zie je soms wel iets op... ik heb bijvoorbeeld voor mij een keer op een vlog... laatst mijn broer een PlayStation gegeven, snap je? Maar de dingen die ik daar buiten doe... ik laat dat nooit zien. Ik heb heel mijn moeder de huis van binnen gerenoveerd. Gewoon van laminaat tot aan behang... tot aan nieuwe bed, noem maar wat op, snap je? Elektrische fiets. Bro, elektrische fiets zijn nog gekker dan scooters. Ja, man. En mijn broer, die heb ik een auto gegeven, bro. Ik heb dat nergens gedeeld. Toevallig... Laatst in een videoclip heb ik een track die ik al een lange tijd heb liggen. Waar die track ook op is geïnspireerd. Nadat ik mijn broer die auto gaf. Ja. Heb ik een track daarover gemaakt. Daar heb ik vervolgens, misschien 1,5 jaar later... een videoclip van gemaakt. Waar zeg maar de auto aan mijn broer geven centraal staat. Ja. Dus dan zie je dat ik op een gegeven moment een sleutel aan hem geef... dat hij wegrijdt met de auto. En dan kan je het nog invullen hoe je het wilt. Maar niet echt van, oh jongens, kijk eens, vandaag ga ik de auto aan mijn broer geven. Snap je? Dus dat zijn allemaal dingen die hoeven voor mij ook niet voor de camera. Maar denk je ook na bij jezelf van... shit, dit kan ik wel posten of niet posten? Want je post dan bijvoorbeeld van... en terecht hoor, je huis waar je freaking trots op bent... wat ik echt inspirerend vind. Maar denk je daar ook over na van... oké, kan ik dit wel of dit weer niet? Of... Nou, kijk, soms als ik zo'n PlayStation aan mijn broer ga geven... denk ik wel eventjes na, omdat ik gewoon denk van, ik wil niet de intentie wekken dat mensen denken van, yo, ik geef dit om een soort van laten zien, kijk eens wat ik doe. Maar ik vond het gewoon, weet je, het was met kerst. Ik vond het een leuk momentje. Ik was die dag al aan het vloggen. Dus ik dacht van, weet je, ik neem dat er gewoon in mee. Maar zelfs met het editen denk ik van, ja, moet het erin? Of dit, dat. Maar dan zie je ook wel dat het eigenlijk centraal staat en hoe mooi ik het vind. En dan denk ik van, je mag ook wel eens dingen delen, snap je? Ja. Maar hetzelfde is met donaties doen, bro. Ik doe ook wel donaties hier en daar. Bro, mij heb je nog nooit zien delen van, ik heb gedoneerd. Misschien zie je me alleen reposten van, yo, jongens, die kun je doneren. Ja. Maar nooit dat ik zeg maar laat zien van, ik heb dit gedoneerd. Ja. Of ik heb überhaupt gedoneerd. Gewoon. En vooral niet het bedrag. Omdat ik denk van, dat moeten dingen zijn die je voor jezelf doet. Ja. Dat moet altijd de eerste intentie zijn. Of die je voor een ander doet. Maar met de intentie van, ik wil gewoon goed voor iemands doen. Bijvoorbeeld met dat Syrische gezin. Wist je nog, dat was zo'n dingetje. Toen was het ook heb ik ook aardig wat geld gedoneerd. En op een gegeven moment konden ze dat geld ook niet aannemen. Dus ik weet tot de dag van vandaag niet eens waar dat geld is gebleven. Ja. Maar ik hoop dat het gewoon ergens goed terecht is gekomen. Maar dat zijn allemaal van die dingen dat ik denk van, Je hoeft dat niet te delen. En als je het wel eens doet, oké, maar maar ik ben altijd benieuwd naar je intentie. Want zeg maar, ik ben ook zo iemand van, I like to move in silence. Dus dat je gewoon iemand achter de schermen gewoon goed fixt. In plaats van, yo, luister man, yo, ik heb die gast net dit gegeven en huppelepup, kijk naar me. Ik vind het een beetje raar. Ik ben niet zo opgevoed. Dus, nee man, ik vind het ook, man. En weet je, soms kijk, dat is de juiste intentie, maar het kan ook zijn, wat ik ook wel eens heb gedaan, dat je het uit trots doet, snap je? Omdat je trots bent. Ja. Van, Het kan ook zijn dat je het doet om juist mensen, dat kan ook, hè, dat je mensen ook wil motiveren om het ook te doen. Ja. Weet je, net bijvoorbeeld hoe we in deze podcast praten over real life, real talk, over hoe het leven echt in elkaar zit, dat je ook struggles hebt, dat je angsten hebt, dat je er eerlijk over bent. We nemen dit op, zodat het wordt vastgelegd, zodat mensen ook thuis kunnen leren en misschien dit ook kunnen delen en ook kunnen nadenken van, ik had het boek niet hoeven lezen over QC. Ik hoor het boek in een live luisterboek, situation, conversation met Fernando. Dus ook hier etaleren we ook bepaalde dingen. Dus het kan ook zijn dat sommige mensen de juiste intentie hebben en denken van, als ik mensen gun en laat zien op camera dat ik mensen help, misschien gaan de mensen ook denken van, het is ook goed om te helpen. Yeah. Want dat is ook zo. Een goede intentie. Zo, daarom kan het ook zo zijn. Daarom is het altijd heel moeilijk om te oordelen. Ik denk dat je sowieso niet zomaar moet oordelen op mensen. Maar ja, dat als ik een keertje iets laat zien op camera of iemand anders en de mensen dan daar een twijfel bij gaan krijgen, dat kan ik best begrijpen. Ja, want er zijn ook veel mensen die het wel doen. Voor de cloud. Snap je? Voor de ik wil viraal gaan! Ja, ik geef alles weg! Ja, oké, maar in real life ben je gewoon gierig. Ja, ik haat gierige mensen, bro. Ja man, gierig zijn. Bro. Ken je die mensen die op een gegeven moment een tikkie sturen en dat je denkt, serieus? Ja. En don't get me wrong, je weet toch van, als je het hebt afgesproken, bro, je weet toch, I don't know, maar bepaalde tikkies voor één. Wow, bepaalde tikkies kunnen een vriendschap verbreken, man. Snap je? Dat je anders naar iemand gaat kijken van, bro, dat is een tikkie. Come on, man, hoe kan je dit sturen? Maar, ja, man. Maar kreeg je wel eens een tikkie dat je naar die keel keek en dat je dacht van, bro, ik heb het toevallig nog met de persoon die ik mee heb genomen, heb ik het erover gehad. Shout out Philippe! Ja, man. Love naar die man. Nee, maar ik heb wel eens gehad, en daar ben ik verder ook niet meer boos over of dat soort dingen. Maar ik heb wel eens gehad dat ik echt, bijvoorbeeld een dag daarvoor, mensen echt uit eten meenam. Best wel pittige rekening. Ja, dus die rekening zie je dat je bijna misselijk wordt. Ja, maar als je denkt, oké, weet je toch? I must really like you a lot. maar iedereen wel lekker gegeten. En dan krijg je de volgende dag ineens een tikkie van, laten we zeggen, een aantal euro. Dat ik denk van, joh, je toch? Ja. Maar ja. Hij had niet gekund. Ja, had niet gehoeven. Ja, had niet gehoeven. Maar ja, bro. Tikkie is echt soms, het verbreekt wel. Het laat je ook echt naar anders dan mensen kijken. En don't get me wrong, als je het afspreekt of whatever, dit en dat. Ja. Maar je kan niet om raar. Ja, maar kijk, ik moet wel zeggen, ik had ook wel gezegd van, stuur maar een tikkie. Je weet toch? Dat was nog in de tijd dat ik sigaretten rookte. En toen ging ik naar de benzinestation. Ja. En dat was nog niet, had je nog niet op je telefoon die app. En ik zeg van, kan even een pakje voor me. Ja. Maar dat is anders. En dan zeg ik van, stuur maar tikkie. Ja. Maar hier toch met de gedachte van, wat ik laatst allemaal heb gedaan. Je zegt gewoon uit een soort van beleefdheid. Ja. Uit een ding. Ja. En dan krijg je hem echt binnen. Ja, oké. Ja, zo, hij doet iets, weet je. Nee, ik voel je met die man. Maar wat ik ook mooi van je vertelt net over je brother, dat je PlayStation voor hem haalde en zo. Wat betekent je broer? Hoe is jouw band met hem? Supergoed, man. Hij is me alles, man. Hij is mijn grote broer. En ja, hij heeft veel voor me gedaan, man. We hebben een moeilijke jeugd gehad in het begin. Na zeg maar het financiële. Maar ik bedoel gewoon qua... hij was 16 en ik was 6. Ja. Dus ik was die jonge broertje die met hem wou chillen. En hij zat in zijn puberteit van... yo, ik ben met mijn matties. Donder op van mijn kamer, ja, toch? Maar alsnog altijd de love. En ja, wij zijn gewoon opgegroeid in een kleine familie, maar wel heel, heel liefdevol. We hadden niet veel, maar dat maakt het wel juist allemaal sterker. En ja, mijn broer betekent veel voor mij, man. Hij heeft ja, ook een sterke kracht achter mij, man. Ja, qua wat? Alles, man. Als ik me echt niet goed voel en als het echt niet met me gaat... dan is mijn broer wel echt een van de weinigen die op me in kan praten... maar me ook begrijpt, omdat als ik me niet lekker in mijn vel voel... en je komt naar mij toe en je gaat zeggen van... ja, bro, zet je er gewoon overheen. Noem maar op. Ja. Dat werkt niet bij mij. En mijn broer weet precies hoe hij met mij moet omgaan als een van de weinigen. En dat komt gewoon omdat we een hele sterke band hebben. Heel veel samen hebben meegemaakt. Mooi. Veel gelachen, ook veel gehuild. Dus ja, ik moet ook voor mijn broer ja, er gewoon zijn, snap je? En ja. Het is straks mijn goal dat we gewoon straks een hele familiebedrijf hebben. En dat hij daar ook gewoon mooi, werkt, snap je? En dat we, maar dat vergt tijd. Maar we zijn met dingetjes bezig. En dat is een belangrijk onderdeel van mijn leven, met mijn broer. Mooi. Ik zie gelijk, zeg maar, als je over hem praat... dat je gewoon, nee toch? Het komt binnen. Ja, het komt binnen, man. Mijn brader, man. Het is toevallig... ja, heeft hij ook een periode dat het minder met hem gaat en zo. En ja, weet toch? Dus dan probeer ik hem ook voor hem te zijn. Ik sprak hem net toevallig nog. Ja. En het is gewoon mijn grote broer, man. Geef hem een dikke shout-out, man. Ja, shout-out, man. Shout-out naar Fabi, man. Mijn grote broer, man. Nee, ik heb ook een broertje, Alfonso. En ik ben tijd met hem. We hebben nooit ruzie. Bro... We hebben nooit... Toen zei ik iemand tegen me... Je wil een keertje... Nee, maar wij hebben nooit ruzie. Nee, hij en ik, zeg maar... We coexist amazingly. We zitten in een ruimte... En hij weet precies wat ik nodig heb. Ik weet wat hij nodig heeft. En het is gewoon... Ja, het is mooi als je iemand hebt die... Waar je ook je huid kan luchten. Altijd, man. Dat is het belangrijkste, man. Het is gewoon echt... Dat is denk ik de definitie toch van een broer. En... ik heb wel eens vaak mensen naar mij, die naar toe komen die zeggen van... Hey, kijk, tussen mij en mijn broer, die liefde is voor ons gewoon... Omdat we hoe speciaal we het vinden, het is wel een soort van normaal, toch? Omdat wij zo met elkaar omgaan, snap je? Dus wij zeggen tegen elkaar dat we van elkaar houden, weet je? Ik zeg heel vaak tegen mijn broer, yo bro, ik hou van je, weet je toch? Heel belangrijk. Maar je hebt heel veel broers die zeggen, die komen naar mij toe... die zeggen van, had ik maar zo'n band met mijn broer... want wat jullie hebben is echt special. En dat zijn dan die besefmomentjes. Ja. Omdat ik dan altijd bij mezelf denk van, yo... Maar dit is toch hoe broederschap hoort te zijn. Dit is zeg maar hoe het hoort te zijn. Maar dat is niet voor iedereen zelfsprekend. Dus dat zijn dan die besefmomenten dat ik denk van... Oké, ja man, wat we hebben is wel echt heel special. Ja, man. Doop, man. Wat ik ook special vind... Even die mic goed zetten. Zeg maar, dit is, vind ik ook een... Wat was de story behind this? Ja, story behind, man. Je vroeg me om iets mee te nemen. En ik heb... ja, dit is een van de eerste schilderijen. Als je het een schilderij wil noemen. Het was een houtblok. Voor mij hebben we dit als cadeautje gekregen. Maar het was een van de eerste foto's die ik had met mijn dochter. Kijk, het is prachtig. Wow. Veel haar ook. Ja. En ja, het was een van mijn eerste foto's. En die is me heel dierbaar. Omdat het me eraan herinnert. Dat het was al een periode dat het niet helemaal best met me ging. Maar dit was even een lichtpunt. En van, yo, ja toch, van... Je krijgt een kind, daar ben je super gelukkig mee. Maar eigenlijk niet heel lang daarna ben ik een soort van in het diepste punt van mijn leven beland. En als ik daar achteraf naar kijk, dan lijkt het alsof dat een test was van... Oké, bro, weet je toch, het gaat slecht met je. Je hebt nu een piek van gelukkig zijn, zeg maar. Ja. Maar nu ga je in het meest diepe zwarte gat vallen van je leven ooit. En als je eruit komt... Weet toch? Dan ga je zeg maar wat eigenlijk nu allemaal is. En dat is dan achteraf wat ik denk soms, snap je? Omdat, om het zeg maar uit te leggen is... Dit was een periode dat ik even heel gelukkig was. En even een soort van al het negatieve achter me kon laten. Maar hierna, naast dat ik zeg maar met depressies kampte, met de paniekaanvallen... kwamen we heel diep in de schulden te zitten. Echt heel diep. En dat doet ook veel met je. En ja, toen ging het alleen maar bergafwaarts, bergafwaarts. Maar ging het hiervoor al slecht? Of is het slecht? Het ging hiervoor al slecht. Maar gewoon mentaal. Dus paniekaanvallen, waardoor ik mezelf ging isoleren. Niet naar buiten durfde te gaan. En ja, dan hoor je op een gegeven moment, weet je, dat je vader wordt. Brengt ook heel veel onzekerheden mee. Ik ben sowieso iemand die altijd piekert. Dus ik denk van, ga ik wel een goede vader kunnen zijn? En alles op en eraan. Maar dan komt dit moment dat je de baby wordt geboren. Dat is, ja, je hebt het zelf ook meegemaakt. Dat is een van de mooiste dingen ooit. Ja, en dat heeft me echt toen echt helemaal opgebleurd. En toen dacht ik van, ik ben ook van mijn depressies af of zo. En weet je, dan op een gegeven moment komt dat terug. En gecombineerd met schulden. En weet je, dan voelde me ook altijd heel erg achteraf. Ja, een soort van schuldig daarvoor. Alsof het allemaal... Waarom? Ja, omdat ik was degene die... kijk, mijn vriendin werkte. Ik niet. En ik kon op dat moment niet werken. En ik had een uitkering. Maar ik kon ook niet mijn schulden betalen. En we kwamen steeds dieper in de schulden. En dan krijg je heel erg het gevoel omdat je... ik kan niet bewegen. Ik kan niet als de persoon die ik ben... gaan zorgen voor gezin en zorgen dat we eruit gaan komen. Snap je? Dus dat neem je alleen maar extra op je. Terwijl, die schulden zijn ook... Ze zeggen altijd schulden. Dat klinkt altijd als een eigen schuld. En mensen benoemen het zo. Maar het is niet altijd even makkelijk geweest. Snap je? Ja. Waardoor je in die schulden komt. Hè? Dus dit was een hele periode waar ik echt in een zwart gat zat... En waar ik dacht van, ik ga hier nooit uitkomen. En nu zitten we hier, snap je? Ja. Dus it's crazy. Want ik denk dat veel mensen het ook meemaken. Maar er is ook een taboe erover. Mensen praten er niet graag over. Ik kan me ook voorstellen dat jij in die periode ook zoiets had van... maar niemand mag het weten, maar een staatsgeheim. Ja, zeg maar, ik kan me ook voorstellen dat je in die periode dacht van... dit is staatsgeheim, niemand mag dit weten. Van de paniekaanvallen? Dat ook in combinatie met de schulden zitten. Alles maar. Ja, maar dat maakt je kwetsbaarder dan ooit. Sowieso praat ik niet graag over mijn mentale problemen... omdat ik daarvoor schaamde. En nu zie ik wel dat het is steeds meer een open ding van praat er gewoon over. En je ziet dat er veel meer mensen zijn met mentale problemen. Maar ik dacht echt dat ik een van de enige weinigen was. Ja. Dus ja, ik praatte daar niet over. En die schulden ook niet. Ja, hoe kan je... Weet je, je wilt over dingen praten waar je trots op bent, toch? Er waren geen dingen waar ik trots op was. En ja, die schulden, weet je... daar praat je graag niet over. En... ja, het is gewoon een kutperiode, man. En vooral omdat mensen hebben ook heel vaak het stigma van... maar het is je eigen schuld toch dat je in de schulden komt. Terwijl als je van, weet je... En dat weet je misschien ook, als je van niks komt... Ja. Dan kom je daar heel snel in. Want ik moest uit huis... samen met mijn vriendin gingen we een huisje vinden... omdat anders zou mijn moeder gekort worden. Dus op een gegeven moment hadden we een huisje voor onszelf. Maar oké, je hebt een huis. Maar we hebben verder geen meubels, niks. Snap je? En vaak... heb je ook bijvoorbeeld mensen, en ja, hun zijn geblest... maar die gewoon vanuit huis een leuk potje meekrijgen of iets, snap je? En wij hadden dat niet, dus wat hadden we gedaan? We hadden een lening genomen om vervolgens spullen voor het huis te kunnen kopen. Was voor mij een lening van 7.500 of zo. Nou, daar ben je heel snel doorheen als je dat moet kopen en een paar dingen ook betalen. En toen hadden we ook bij de Wehkamp had ik bijvoorbeeld een wasmachine en dat soort dingetjes. En dan stapelt dat op. Maar daar kan je nog wel mee leven, want je betaalt gewoon af. En het bedrag is niet zo belachelijk hoog. Ja. Het punt waar het helemaal bergafwaarts ging, was omdat wij... we hadden kindergebonden budget. Ja. En wij hadden zorgtoeslag. Dus dat is een 300 euro extra. Dat is een 300 euro extra in de maand. Maar dan op een gegeven moment, dus laten we zeggen een jaar of twee jaar later, komt ineens de belasting komt bij ons aankloppen. Van, luister dan, die 300 euro, daar hebben jullie nooit recht op gehad, omdat we net, voor mij een paar euro boven het maximale zaten of zo. En dus die 300 euro heb je geen recht op. Plus jullie gaan 200 euro elke maand terug moeten betalen. Zo. Dus je gaat ineens 500 euro achteruit. En dan komen die zo'n lening Ja. Wat ook bijvoorbeeld waar je €80 per maand betaalt. Dan komt zo'n Wehkamp waar op een gegeven moment ook wel eens opgestapeld. Maar waar je misschien, laten we zeggen, €50 tot €100 in de maand afbetaalde. Dat gaat ineens, snap je? Ja. Dan is dat ineens van, joh, dat geld is er niet. Ja. Dus toen leefden wij ineens met een €50 in de week. Met een kind. Wauw. Niks kunnen betalen, ondergedoken voor deurwaarders, bro. Ik zei toevallig laatst nog even, ik en mijn wifey zijn echt je postte een foto met haar en zeg je van, ik ken je al meer dan 14 jaar. We komen uit de periode dat we gingen verstoppen voor deurwaarders. En je werd er ook nog goed in. Ook, ja, ik werd er goed in, maar was een topsport, man. Was een topsport. Ja, en dat was op dat moment wat we moesten doen. En het was gewoon echt overleven. En daar komt het gevoel van, dat het allemaal, zeg maar, dat je het al op je neemt. Omdat, ik ben niet in de mentale staat om normaal een baan te kunnen vinden waardoor ik ons hieruit kan krijgen, snap je? Ja. Dus dan ga je het allemaal op jou blamen, snap je? Ja. Op jezelf blamen. Maar je werkte toen niet omdat je toen in een... ik ging mijn huis niet uit, bro. Nee, maar ik straatvrees alles. Ik kwam mijn huis niet uit, vooral niet alleen. Bro, ik heb echt een periode gehad. Ik was op een gegeven moment 190 kilo. Hè. Ik was echt... Zo, ik kwam misschien, zonder te overdrijven, 15 keer in het jaar naar buiten. Misschien minder zelfs. Ja. Alleen als mijn moeder jarig was, dan kwam mijn broer me ophalen met de auto. Dan ging ik daar naartoe. Was het, snap je? Ja. Oh, geen beweging. Ik weet wel dat ik dan soms zo'n dagje had dat ik dacht van... Oh, ik ga even mee naar de winkel. Weet je, ja. Dan ga je het proberen. En dan, dat was echt, mentaal was dat echt een uitdaging. Maar fysiek ook, want je zit alleen maar thuis al jaren. Je hebt... fysiek ben je ook naar de kleren. Dus ik weet nog wel dat ik naar de winkels toe liep. Dat is misschien een kilometertje of een 1,5 kilometer. En ik moest gewoon bij de helft stoppen. Wow. Gewoon als begin 20er. Ja. Snap je? Dus, hoe kwam je eruit? Want zeg maar, best wel veel mensen die hebben last van mental health. Of die hebben een situatie waarbij ze zeg maar niet mentaal lekker in hun vel zitten. Hoe kom jij uit dit? Hoe kwam jij uit jouw depressie en jouw paniekaanvallen? Hoe heb je dat kunnen oplossen of fixen? Kijk, oplossen wil ik het nooit noemen, omdat ik erin geloof dat dit is iets wat je altijd met je mee gaat dragen. Ik heb ook soms wel bijvoorbeeld dat ik mensen ga toespreken die ook met mentale problemen zitten. En ik zeg zo altijd van, dit is iets waar je waarschijnlijk nooit van af gaat komen. Zo ervaar ik het. Maar ermee leren omgaan is al key naar alles. Dus, maar om je vraag te beantwoorden, bij mij was het op een gegeven moment... ik dacht op een gegeven moment, weet je wat? Ik moet het gewoon doen. En ik kom altijd met hetzelfde kutvoorbeeld, maar het is gewoon van... Als jij bang bent voor vogels, kan je altijd een boog eromheen lopen. Ja. Maar je gaat er pas vanaf komen als je er doorheen gaat. Ja. En dat dacht ik toen. Toen dacht ik van, weet je, ik ga gewoon mijzelf... ik ga me proberen te herpakken. En ik wist nog niet precies wanneer, maar dat alleen die gedachte al speelde van... ik ga dit doen. Ja. Dat was al een hele stap. En toen gebeurde het op een gegeven moment dat ik een dag wakker werd. En ik dacht van, bro, vandaag is de dag of zo. Zo voelde het. Wow. En toen ben ik gewoon van alles gaan regelen. En toen dacht ik van, oké, dat is ook van nu gaan en niet meer achterom kijken. Dat was het eerste wat je ging regelen toen je... opleiding, man. Opleiding. Okay. Ja, wat ging je toen doen? Voor webshop designer, man. Oké, waarom dat? Je dacht van, die internet... er waren een paar opties waar ik best wel snel kon beginnen. En ik heb altijd diep in de computers gezeten. En alles erop en eraan. En daar zit echt veel liefde voor in. En toen was webshop een... ik voelde webshop niet helemaal, omdat ik dacht van... dat is niet echt uitdagend of zo. Ja. Maar dan ben ik in ieder geval iets aan het doen, toch? Ja. Snap je? En ik dacht ook weinig keus, laat me ervoor gaan. En tegelijk ben ik altijd al een creatief persoon geweest. Met rapteksten schrijven, met rap battles, noem het maar op. Dus ik dacht van ik wil nog steeds wel iets doen met mijn leven. Dus ik dacht van ik wil YouTube gaan doen. En jaren daarvoor had ik een keertje met Nesim een item opgenomen. Had een bodyguard voor iets nodig. Hij was een oliescheik in Nederland. Ging die gratis proberen dingen te regelen. Het is voor BNN of zo, toch? En toen had hij mij gevraagd. En toen zei ik tegen hem van, laten we ooit nog een YouTube-video maken. Dus, en je weet hoe dat gaat. Dat gebeurt nooit. En 2 jaar later, toen ik weer mijn leven herpakte, toen belde ik hem van, laten we nog een keertje een videootje maken of zo. Want je hebt toch gewoon YouTube, we willen het ook gaan beginnen. En we zouden nog een YouTube-video maken. En ik dacht van, laten we gewoon een leuke prank of iets opnemen. Ja. En toen kwam was hij op vakantie. Toen zei hij tegen mij, als ik terugkom in Nederland, dan connect ik je. En toen connecte hij mij. En We praten over een heel kanaal, man. En een dag later hadden we een, of 2 dagen later hadden we een naam. En een week later stonden we te filmen, man. Crazy. En hoe kwam het idee om Supergaande op te zetten? Ik bedoel, was het dus je dacht van, hé, we gaan iets tofs doen. Ja, het was eigenlijk meer pranks wouden we gaan doen. We wouden helemaal geen straatinterviews doen. Ja. Dat is denk ik iets wat heel weinig mensen weten. Maar wij wouden pranks doen. Omdat pranks was het ding in Amerika. Ja. Maar ik wist niet dat al die shit gewoon nep was. Zeg maar, echt alle pranks zijn nep in Amerika. Dus ja, weet je, hun hebben zo'n site daar, volgens mij Cracklist of zo. Ja. En daar wordt het net een soort van marktplaats. En dan kan je allemaal mensen fixen die zeggen dan van, joh, we hebben een acteur of we hebben iets nodig. Weet je, kom een dagje langs, krijg je €50. Dat is een hele ding in Amerika. Ja. Dat wist ik op dat moment niet. Dus wij allemaal pranks proberen en het lukte maar niet. Het lukte maar, niks lukte, bro. Ik heb me wel eens 8 uur lang, of laten we het misschien overdreven, maar laten we zeggen, wel een heel dagje ervan gemaakt. Dat we in de stad telefoons lieten vallen uit ons zak of doosjes. Wow, iedereen pakte het gewoon op, gaf het terug. En één iemand die misschien reageerde van, die zei van, nee, hij is van mij. Dan heb je 1 reactie. Ja. En dan werkt het niet. En wij deden ook, omdat we toch al in de stad waren, wouden die interviews wilden we wel doen, maar een soort van als erbij. Ja. Want dat zou niet het main thing worden. Maar het main thing om groot te worden is natuurlijk pranks. En dat interview ging ons zo makkelijk af. En we kregen virale reacties. En toen we het online zetten, was het van, yo, dit ontploft, man. Dat werd en al die moeite die wij doen in die pranks. Ja, dat kunnen we dus goed die tijd in interviews steken. En dat hebben we toen gedaan. En dat heeft denk ik ook wel mijn proces versneld van, want ja, je gaat proberen je leven weer op te pakken. Ja. Maar dat gevoel van, joh, er kan elk moment een paniekaanval komen. Dat blijf je wel op dat moment houden. En dan weet je nog niet helemaal controle erover te hebben of leren mee omgaan. Ja. Maar dus ik werd in 1 keer in het diepe gegooid van, yo, van liever zie ik geen mensen naar, yo, ik ga mensen interviewen en ineens worden we bekend. Mensen willen op de foto. Bro. Het was echt een uitdaging. Wow. Ik heb echt vaak keer gehad dat ik dacht van, oké, ik ga nu slecht. Ja. Maar de andere kant, omdat je zo bezig was met groeien van je kanaal en ineens overkwam alles je. Ja. Dat heeft denk ik ook wel de kracht gegeven om het vervolgens wel onder controle te houden en er niet te veel mee bezig mee zijn. Ik was bezig met, yo, we hebben bijna de 100k van, yo, ineens na een maand 100k, oh shit, 200k, snap je? Dus dat zou moeten lopen of zo, een of andere manier. Wauw, bizar. En op een gegeven moment toen ontstonden ook die straatinterviews. Wat is je favorite? Heb je een favoriet of een top 3 dat je denkt van, oh, zo, die is me wel bijgebleven, man? Ja, er zijn wel die je bijblijven. Ja, altijd. Ik denk een onze eerste virals, weet je. Ik zal het er niet te veel over hebben, maar dat is van M.O.B. van Parsa. Die is natuurlijk overleden, die jongen. Dus rest in peace, snap je? Dus dan moet je die jongen ook zijn rust gaan gunnen. Maar dat was natuurlijk onze eerste viral. Dus dat blijft je bij. Dan hebben we, hoe heet het nou ook alweer? Pardon, Doe Normaal. Wat natuurlijk ook helemaal crazy is gegaan. Ja, er zijn zoveel. Soms kijk ik dingen terug dat ik denk van, oh ja, dit. Maar we hebben echt op een gegeven moment 2 jaar lang volgens mij zoveel interviews gedaan. We waren elke week op pad. Elke dag. We waren altijd bezig. Dus er zijn zoveel interviews. Maar er zijn wel een paar die erbij blijven. Omdat het heeft weer voor een next level viraliteit gezorgd. En jullie combi is ook nice. Het is alsof jullie gewoon dat zo moeten zijn eigenlijk. Kijk, ja, man, dat echt zo moeten zijn. Want als je kijkt naar Nesim, die gaat natuurlijk al heel lang met frazen om. Je zou eerder verwachten dat hij met frazen iets zou begonnen zijn. En ik heb ook matties waarvan je denkt, die dichter bij mij stonden dan Nesim. En Nesim stonden helemaal niet dicht bij elkaar. Waarvan je zou verwachten van, oh, dat een logische meer logische combinatie geweest als hun iets hadden gestart. Voor de mensen die dan ons kenden op dat moment. Van ook vooral die battle tijd, want daar komt mij ook vandaan. Maar op een of andere manier had het zo moeten zijn. En komt het nu allemaal samen. Dus, nu zie je broeder. Ja, man. We zijn we doen veel op YouTube samen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog geleerd. Mensen denken soms ook dat wij de hele dag samen zijn. Maar we hebben allebei ook, zijn ook best wel verschillende personen. Dat is ook hetgene wat ons maakt. En hij heeft gewoon zijn leven daarnaast met zijn theatertour. En ik doe mijn ding natuurlijk daarnaast. En ja, Supergaande doen we dan samen. Ja, het was ook een hele tijd dat jullie geen Supergaande... Dat het leek alsof een Supergaande nooit meer terug zou komen. Ja, man. Dat is denk ik... Ja, ze hebben veel gevist van oké, wat is daar precies aan de hand? Mm-hmm. Zoiets, weet je, was ook zeg maar abrupt dat we ermee stopten. Maar het was ook eerst zo van oké, we weten nog niet precies wat we gaan doen. Dus ik kan wel zeggen dat we een pauze houden, maar misschien komen we nooit meer terug. Ja. En ik kan wel zeggen dat we nooit meer terugkomen, maar misschien komen we wel weer terug, snap je? Maar het was even, ik en Nesim, wij zijn het kanaal Supergaande en alles om ons heen is te snel gegroeid. Sneller dan dat wij persoonlijk groeiden. Dus je loopt dan achter de feiten aan, bro. Normaal groei je ook als persoon mee met professionaliteit, alles erop en eraan, met je kanaal, snap je? En, dus wij hadden ook soms best wel frictie op de achtergrond qua visie, alles erop en eraan en werkwijze. En dat komt omdat normaal groei je langzaam en dat groeit dat langzaam ook met zich mee. Ja. Maar wij gingen te hard, dus wij moesten te grote beslissingen maken, snap je, alles ging zo hard dat we moesten te professioneel te werk gaan voor... want je begint als twee jongens met een kanaal met 0 volgers. En 2 jaar later zit je gewoon voor honderdduizenden mensen gewoon... Weet je toch? Ja, is lijp. Ja. Dus wij groeiden persoonlijk niet gelijk aan hoe het kanaal groeide. Waardoor een soort van frictie kwam. Waardoor we hebben gezegd van... joh, toch, we gaan het sowieso even op hold houden. We hebben gewoon samen met elkaar in een cafeetje gezeten, gepraat met elkaar. Ja, man, dat was lijp. En toen hebben we ook gezegd van, joh, weet je, we voelden ons ook niet op dat moment verantwoord om dingen naar buiten te brengen. En hoe oneerlijk dat misschien voor sommige hardcore fans dat ook kan klinken, maar als je zelf nog niet eens helemaal weet... Het is zelf fixen, toch? Het is zelf fixen. En ik denk ook dat je hebt gezien, toen wij met Supergaande zijn teruggekomen... Ja. Zie je ook dat wij als persoon, in alles zie je dat we zijn gegroeid, man. En wat zie jij zelf dan, jullie groei? Ja, de professionaliteit, vooral denk ik achter de schermen. Dus dat is niet wat iedereen ziet. Maar je merkt gewoon van, yo, hier staan 2 guys die hun zaken op orde hebben. Of, snap je? Ik weet niet, man. Zo voelt het voor mij. Ik weet niet hoe de buitenwereld dat ziet. Ja, ja. Maar zo voelt het wel. Het voelt alsof we, zeg maar, van die 2 jonge guppies, zeg maar, naar een soort van best wel volwassen guys. We kunnen ons nog steeds niet gedragen daar niet van. Ja. We hebben nog steeds altijd lol. Maar ja, ik merk daar wel een verschil in. Want hoe ontstaat het moment dat je op een gegeven moment elkaar weer opbelt en zegt: yo, let's put the band back together. Ja, dat is... Ja, we hebben gewoon daarover gehad. En wel gezegd van, yo, met z'n 2 alles regelen gaat ook, zeg maar, te lastig. Dus we hebben nu gewoon een heel team erachter. Ja. Dus waar je het ook over en terug ziet, Topnotch is er ook in meegemoeid. En daar hebben we gewoon een heel redactieteam die in ieder geval zorgt dat de irritatiepuntjes die ik en Nesim op elkaar kunnen hebben, dat zeg maar wordt weggenomen. Hoe groot is het team? Want mensen zien het niet. Zeg maar, ik denk 6 man of zo. En wat doen ze allemaal? Eentje die houdt echt alle socials bij. Shout-out naar Petje, ja toch? Dus, de man toch, van de socials. Ja. Toevallig bijna aangereden vandaag op zijn fiets. Oh, shit. Komt toevallig in Amsterdam tegen. Ja, toch? Nee, maar en dan heb je mensen op de redactie. En dat wisselt soms, want soms dan gaat iemand weer net ergens anders naartoe. En dan krijgt iemand nieuws. Maar best wel een groot team, man. En natuurlijk ook de presentators zijn we mee uitgebreid. Ja. Ja, maar dat is ook vet. Want jullie hebben ook... Tajoela nu uit Azië, wat voor mij heel natuurlijk voelt. En die voor mij betreft op een gegeven moment ook een format op hunzelf kunnen draaien. Zonder dat wij daar misschien überhaupt gezicht van moeten. Want af en toe ben jij er niet? Want op een gegeven moment was je er even een tijd... Ja, dat is ook het ding waar we naartoe willen. Want we hebben altijd gehad van, ja, als we Supergaande draaien... dan moeten hun beiden, zeg maar, in het scherm zijn. Ja. Maar dat hoeft niet, man. Als ik iets niet voel, dan hoef ik daar niet bij te zijn. Of als ik niet kan. En als Nesim iets niet voelt, dan hoef hij... Weet je, laatst had Nesim iets waar hij niet bij kon zijn. Toen hebben wij het met z'n 3 gedaan. Ja. Zo moet het ook kunnen. Maar dat is voor mensen ook even wennen, snap je? En je wil de brand eigenlijk bouwen. Wat ik begrijp als een soort ding waar ook andere gezichten aan gekoppeld worden. Maar gewoon... Dat jullie dus ook gewoon thuis kunnen chillen. En net als het ware. Hé, de Supergaande nu. Ja, man, ik ben thuis. Het is op een gegeven moment... Het is lastig voor mensen om dat in het begin te accepteren. Ja. Dus dat moet allemaal... geleid gaan, man. Ja, maar daarnaast heb je ook nog eens je eigen YouTube-kanaal. Ja. Die ook fucking huge is. Ja, klopt, man. Maar hoe deel je dat in, bro? Want je hebt ook nog Twitch. Ben je ook nog koude groot? Ik heb 3 YouTube-kanalen op mezelf, Supergaande. Ja. Bro, het is gewoon een fulltime job, man. Dus het is, je moet er ook echt passie voor hebben. Ja. En je moet echt gewoon gedreven zijn. Je moet echt gedreven zijn. En er komt veel bij kijken. Ik denk dat er ook een stigma hangt over van, oh ja... Hij maakt gewoon even makkelijk filmpjes. Hè? En that's it. Ja. Terwijl, bro, ik stop er echt veel tijd en moeite in. En natuurlijk, zo'n reactievideo is niet lang om op te nemen. Ik moet zeggen, soms de voorwerk wel van... Oké, ik heb een onderwerp en dan laat ik iemand allemaal video's verzamelen. Of ben ik zelf denk van oké, vast dit en dit. Soms ben ik ook een uur of 2 uur video's aan het kijken. Komt een leuke 12 minuten uit. Maar dan zit ik gewoon een uur lang van oké, dit is niet leuk. Soms raak ik even mijn motivatie kwijt op het moment dat ik video's aan het kijken ben. Want je bent gewoon in een leuke bui. Dus als er leuke dingen gebeuren, moet ik lachen. Ja. Maar als jij dan vervolgens 40 minuten lang alleen maar kut dingen tegenkomt, heb ik soms ook dat ik gewoon een opname afzet. Dat ik denk van, joh, maar fuck it, man. Laat maar. Zoveel slechte video's, het heeft gewoon mijn moed opgefokt. Ja. Maar omdat het natuurlijk die reactiekanaal is en mensen zien 12 minuten en zien niet het proces erachter. Maar ook niet alleen het proces van de video zelf opnemen. Maar het proces van wat ik met mijn editingteam heb. Ik heb zelf ook een editingteam. Van een editingteam? Hoeveel mensen? 2 mensen, man, nu. Dus wie doet wat? Ze doen ook editen, maar we zijn gewoon een heel team en we analyseren gewoon. En dat doen we heel veel ook, analyseren. Dus je bent eigenlijk een redactie, editing en analist, zeg maar, in één. En dat is de kant die mensen heel vaak niet zien. Want ze denken, oh ja, makkelijk even zo'n filmpje. Maar dat die filmpjes zo goed worden bekeken, daar zit ook een hele achterkant aan. Jullie denken erover na van dit posten we. Ja, dit posten, maar ook qua... Wij hebben soms dat wij vanaf beginavond tot in de nacht aan het discussiëren zijn en filmpjes aan het kijken zijn en soms hier en daar een workshop over thumbnails en titels, snap je? En dan ga je dat vervolgens toevoegen en dan zie je hebt bijvoorbeeld een YouTube-video en dan zien we van oké, na de eerste 30 seconden of na de eerste 40 seconden gaat het ineens van 80% mensen die kijken naar nog maar 60%. Daar moeten we iets aan veranderen. De lijn moet consistenter zijn. Er zitten spikes in en er zitten dips in. Dus dips dat mensen ineens gewoon weg zijn. Ja. Waar komt dat door? En dan ga je daarop letten. Of dan ga je dat analyseren, bedoel ik. En dan daar ga je van leren. Dat ga je vervolgens toevoegen. En dan werkt het niet altijd. Of het heeft wel tijd om te werken. Maar dan, snap je? Dus op een gegeven moment ben je bijvoorbeeld... om een paar procent meer kijkers vast te houden... ben je al gewoon zo lang bezig om te ontdekken van... wat is het? Ja. Wat kunnen we daaraan doen? Ja. En dan doe je dat. En dan werkt het. En op een gegeven moment heb ik nu... Ik had bijvoorbeeld, laten we zeggen... als we een lijn hadden die bijvoorbeeld zo ging... en dan spijkte dit... heb ik nu een lijn die zo gaat. Maar om die lijn zo te krijgen... dat hij veel background checks en alles ingezeten. Ja. Omdat we zijn gewoon volop aan het analyseren, man. En we checken gewoon alles. We checken van, oké, dit moet beter. Thumbnails moeten anders. Titels moeten anders. De intro's moeten snel. Ik had bijvoorbeeld eerst had ik echt hele lange intro's. Van, yes, what up, het is je boy QC. En vandaag ga ik kijken naar... mensen die van een trampoline vallen. Ja, ik heb zelf ook een keertje wat meegemaakt. Bro, het boeit mensen niet. Mensen, snap je? Kijk, het boeit de mensen... die naar jou kijken, boeit het. Maar wat je ook veel hebt, zijn mensen... die jou misschien niet dagelijks kijken of misschien niet eens kennen. Als zij op jouw video klikken... en zij zien, zeg maar, dat jij een halve minuut of tot 2 minuten aan het praten bent... Ja. Terwijl hun zijn voor heel iets anders gekomen... voor wat hun op de thumbnail en op de titel zien. Ja. Snap je? Dus dan... om dat allemaal te winnen... moet je gewoon veel analyseren, man. En dan merk je op een gegeven moment dat het werkt. En dan ziet YouTube ook dat het werkt. Van, veel meer mensen kijken naar zijn video, kijken veel langer. Dit moeten wij pushen. Dus dan, weet je, je bent altijd in battle met de algoritme, zeg maar. Maar is het niet ook veel pressure? Want je benoemt die dingen en dan... Zelf als content creator, ik leer natuurlijk ook heel veel van jou. Als je bijvoorbeeld zegt van, je moet echt consistent zijn. Want eerst deed ik gewoon af en toe real talk. Maar ik deed altijd, het moest vanuit de juiste intentie zijn. Als ik iets voelde, dan maak ik daar een interview over. Maar dan krijg ik steeds vaak van mensen... Ja, maar ben je nog bezig? Want je maakt bijna niet meer. Wanneer ga je die interviewen? Oh, die heb ik al geïnterviewd. Huh, waar dan? En dacht ik, damn, mensen hebben gewoon best wel veel interviews... blijkbaar ook niet eens gezien. En dan even andere mensen, dat moet je vaker doen. En dan denk ik, dan bouw ik mijn eigen studio. En dan, weet je, dan zitten we hier. Shout-out Tito Interiors. Shout-out, ga die man checken en volgen. Anders gaat het niet door, man. Snap je? En dan kies je gewoon voor... entrepreneurship. Je gaat gewoon zelf iets bouwen. Want je denkt van, ik wil ook mensen iets kunnen geven... waar ze iets van mee kunnen krijgen... Real talk. Ik bedoel, we zitten met jou te praten over van alles. Van thumbnails tot aan, zeg maar, schulden, familie, depressies. Weet je, dat zit allemaal wel in één conversation. Maar wat ik dus ook bijzonder vind... Want je zei, je kwam met een periode van stress, depressie... en En dan kom je dus in een andere sneltrein waarbij je succesvol bent. Ja. Maar dan heb je ook pressure van, je moet video's leveren. Je moet nog een keer iets bedenken. Ja. Je moet viraal gaan. I don't know. Wat ik net zei, analyseren op de achterkant waar veel tijd in zit. En dat zien mensen niet. En dat is, dat brengt, om antwoord op je vraag te geven, dat brengt wel veel pressure met je mee. Omdat je bent ook constant aan, snap je? En ik heb dan Twitch, waar ik dan, de laatste maand niet heel actief ben geweest, maar hiervoor soms 80 tot 100 uur per maand. Ja. Snap je? Dan heb ik mijn 3 YouTube-kanalen, heb ik Supergaande, heb je dingetjes die je ernaast moet doen, presentaties, campagnes en het belangrijkste van alles, mijn gezin nog. Ja. Snap je? Dus ik ben ook niet die guy die, zeg maar, ik ben niet meer 16 en ik woon op de op de zolder van mijn moeder. Ja. En snap je? Dus dan heb je volgens mij veel meer tijd voor allerlei dingen. Ja. Dus daar komt veel bij kijken. Maar het is gewoon constant aanstaan en gewoon... En die angsten, zijn die weg van bijvoorbeeld... Maar nu kan je de angst hebben van... Wat nou als YouTube en Google zegt... We stoppen ermee. Of zoiets. I don't know. Snap je dat? Denk je wel eens aan... Heb je doemscenario's in je hoofd van... Ja, dat soort doemscenario's niet. Ik denk wel van... Het kan financieel, weet je, er komen ook best wel veel kosten bij kijken met zo'n huis en zo. Ik denk dat ik aan vaste lasten per maand met alles of 4 ruggen of zo kwijt ben. Zo, ja, maand. Dus dat is best stevig. Ja. Snap je? Dus boodschappen is ook duur. Boodschappen zijn duur. Mensen onderschatten het. Maar we hebben 2 kinderen nog in de pampers, maar mensen onderschatten het. En daarnaast zorg je ook nog buiten het gezin voor andere familieleden, snap je? Daar komt ook bij kijken. Ja, man. Dat moet, man. Dus dat komt ook bij kijken, abonnementjes en zo en allemaal dingen, snap je? Dus er komt wel veel bij kijken. Dus ik heb meer die pressure van, wat als ik straks niet, het allemaal niet meer kan betalen. Dus daar heb ik het vaak over. En daar maak ik wel zorgen over. Maar aan de andere kant, word je daar wel ook alleen maar meer door gedreven. Ja, want zeg maar, kijk, bekendheid. Kijk, mensen kijken naar dit en denken van... Ja, ik wil ook bekend zijn. Mensen zijn gefascineerd met bekend zijn. Want zien de pluspunten, pluskanten. Iedereen herkent je. Iedereen wil iets van je. Je kan overal. Je kan dingen gratis krijgen. Mooie kleding. Weet je, het wordt natuurlijk ook verheerlijkt door social media. Ja, man. Maar het heeft ook gewoon minpunten. Ik bedoel... Ja, en het is ook vooral van... Mensen willen alle pluspunten hebben. Maar willen ze ook alle minpunten erbij. Snap je? En daar vergissen mensen zich vaak in. Die denken van, weet je, het is allemaal makkelijk, ik zou dit ook wel willen, maar er komt heel veel bij kijken. Wat zie jij als een minpunt van bekend zijn dan? Minpunt is misschien, hier en daar je privacy, denk ik. Zeg maar, kijk, ik vind het heel leuk met mensen op de foto te gaan. Als je me buiten ziet, cool man, ik maak een praatje met je. Maak foto met je. Als iemand naar me toe komt van, kan je even een videootje maken? Ik maak altijd een leuke videootje, misschien voor zo'n, noem maar wat op. Maar er zijn ook mensen komen ook echt aan je deur. Snap je? En dat zijn van die dingen waar ik niet heel goed op ga. Omdat ik denk, dat is mijn privacy. Wat ze doen dan? Gewoon aanbellen. Kijk, foto en zo. Je bouw een hek. Dus alles, man. Maar ik heb ook meegemaakt dat ik uit eten ging. All You Eat, restaurant. Ja. En dat een vader gewoon een bord uit mijn handen pakt, bro. Dus besef dat jij loopt, dat hij zegt... Hé, mijn kinderen... Er zaten 2 kinderen daar, die kijken al je video's. En hij zegt, even een foto met zijn, bro. Hij pakt met zijn blote handen gewoon mijn bord. Hij zet het neer, bro. En op dat moment, bro, krijg ik kortsluiting. Snap je? Ik wil flippen, maar aan de andere kant denk ik... ik wil ook niet zomaar flippen. Weet je, het is ook niet lauw dat iemand die naar je checkt... hoort van, hij heeft helemaal geflipt op mijn pa. Snap je? Is ook fucked op. Ja, maar er zijn sommige plekken, als je aan mensen eten komt, dat is best wel... Vooral aan mij eten. Snap je? Hey, kill, luister dan. Dat is de situatie. Maar dat zijn de minpunten dan van bekend zijn. En er komen ook heel veel pluspunten bij. Maar het is vooral van mensen willen bekend zijn, maar willen niet de weg daarnaartoe bewandelen. Ja. Zeg maar, ze willen liever gewoon daar zijn, maar... Toen wij met Supergaande begonnen, bro, we hebben de eerste jaren echt gewoon niks verdiend, snap je? Wat ik zeg, dan heb je ineens zo'n klappermaandje ertussen. Maar verder gewoon, niet. En dan kom je op een punt dat het allemaal lekker gaat en dat je lekker leeft en zo. En dan af en toe ben je dan onrustig, maar... Je krijgt ook mooie campagnes. Want zie je, dat is ook, hè, mensen gaan je ook rijker rekenen. Omdat ze je ook in campagnes voorbij zien komen. Oh, mensen denken ook, zeg maar, je netwaarde te kunnen inschatten. En als ik dan zeg van, bro, het is echt niet zo. Ja, je liegt, waarom lieg je? Dan zeg ik van, bro, het is gewoon echt niet zo. Had ik maar kunnen zeggen dat dat zo is. Wat is de gekste netwaarde waar iemand mee op jou afkwam? Dat je dacht, iemand zei tegen mij, je bent multimiljonair en zo. Verre van, maar laat me gewoon met rest nemen, man. Ja, ik zei zo laatst, ik zat in de Uber. Zegt, die moet je niet in Bentley rijden. Zeg, nee. Ja, maar, zeg, ik zit gewoon lekker in. Maar ze verwachten ook, zeg maar, dat als je bekend bent, dat je ook echt ineens alleen maar dure dingen moet doen, of moet kopen, of moet hebben. Want anders, snap je? Terwijl ik denk van, bro, laten we heel eerlijk zijn. Ik ken mensen die multi-multi zijn, bro. Je ziet het niet eens aan hun kleding. Bro, die hebben de gewoon rijkste mensen, ja, man. Kijk naar Jeff Bezos of Elon Musk. Ja, Deze man heeft 300 miljard, bro. Man, kom in een simpele t-shirt. Basic bro, die man heeft zoveel game. Ik zou die man gewoon een keer willen interviewen en dan zeggen van... Maar op een gegeven moment moet het toch saai worden? Dan denk je, als je 300 miljard hebt... Je kan letterlijk naar iemand lopen als iemand stoer tegen je doet. Zeg je, kill. Is dit het bedrijf van jou? Koop hem nu. En verander ik gewoon de naam. Snap je? Ik zou mensen pesten, hoor. Ik zou vervelend zijn. Mensen. Iedereen die me ooit het onderschat, iemand die me nooit een tv-deal hoor, ik zou gewoon je bedrijf opkopen. En dan gewoon op een gegeven moment gewoon iedereen op de buis gooien van we gaan allemaal shows maken. Ja. Maar... yes, boy. Maar zou je bijvoorbeeld ooit, want je zegt van, ja, je bent, die privacy heb je bijna niet meer. Iedereen, weet je, mensen om een keel komt zomaar je bord pakken en zo. Ja, maar zou jij bijvoorbeeld ooit, zeg maar, een soort Keeping Up with the Kardashians doen. Een soort reality show. Kijk, ik ben daar best wel over gevraagd. Ik vind het lastig, want... ik ben ook wel eens gevraagd voor soms reality shows. Ja. Maar als ik dat zou doen, bij wijze van... dan zou ik het wel... regie, zeg maar, zelf in handen nemen. Ja. En niet, of deels. Het is niet dat ik zeg van, oké, weet je, want als je een reality show laat zien, moet je ook gewoon ook de ruzies laten zien. Op dikke prima. Ik en Stephanie hebben we sowieso minimaal 1 keer per week ruzie. Bro, kan niet zonder. Snap je? Dat is het ding, snap je? Maar meer van tv of reality show zou jou echt neer kunnen zetten zoals ze jou zouden willen neerzetten. Ja. Dus als zij dan denken van oké, we hebben de nieuwe tokkies nodig, snap je? Ja. Dan zouden ze je dood neer kunnen zetten. Maar dan heb je het echt overwogen? Want ze gooien natuurlijk met geld van QC. Ja, ik vind het lastig, man. Ik zou het ook... Het is echt lastig, man. Ik heb ook 3 kids, snap je? Mijn oudste dochter die steeds ouder wordt en mijn wifey, snap je? Die de... ja, die misschien hier en daar wel open voor zou staan. Maar het is eigenlijk een keuze die je met heel je family moet maken, vind ik. Maar dat is ook best lastig aan de ene kant. Want ja, hoe ga ik aan mijn jongste 2 vragen van... joh, vinden jullie dit wel cool? Snap je? Ik kan het wel aan mijn dochter vragen, die nu 8 is. Ja. En die gaat nu zeggen, ja, tuurlijk, cool. Maar hoe cool vindt zij dat over 3-4 jaar, snap je? Ja. Dus als ik een reality show van mezelf had gehad of zo, oké, prima. Maar ja, bro, nu zijn er gewoon meer mensen mee gemoeid. En je moet gewoon aan iedereen ook denken, man, van hoe ze erin staan. Want hoe bewust is jouw dochter van jouw bekendheid? Ik bedoel, ze zit ook in veel filmpjes ook. Bewust genoeg om nu op school op te scheppen van wie mijn vader is. Oh, maar dat is wel mooi. Dat is mooi, man. Dat is een compliment, man. Ja, maar dat is een compliment, man. Ze zegt ook, mijn vader is YouTuber en zo. Ze is helemaal trots en... ja, dat doet me wel goed om te horen, man. Maar ja, dat vind ik wel leuk. Ja, toch? Dat is wel... is dat leuk. Ik heb altijd gezegd, maar als mensen zeggen... wat is jouw grootste droom? Je hebt al zoveel gedaan en bereikt. Ik zeg, ik wil de superheld zijn van mijn zoontje. Ja. Ik wil dat Elijah later zegt... mijn vader... mijn superheld. Ja. Daar heb ik het gemaakt. Dat vind ik, zeg maar... want ik had gewild dat ik dat over mijn vader had kunnen zeggen. Ik had echt gewild dat hij ooit tegen me had gezegd... hey, Fernando, ik hou van je. Ik ben trots op je. Mede, heel veel van mijn succes komt ook door bewijsdrang. Ik blijf altijd zeggen van... maar dat heb ik ook, man. Ik wil dat hij me ziet. En dan bereik ik nog iets. Ik wil dat hij me ook ziet. En ik wil dat hij zegt dat je van me houdt. En soms kan ik dus ook huilen om films. Als ik bijvoorbeeld een band zie tussen een vader en een zoon... die ik nooit heb gehad. Pursuit of Happiness. Dan begin ik hard te huilen, bro. Ja, man. Ja. Dan ga ik echt creëren. Wat is er mis met mij? En dan wil ik het verdringen. Ja. En dan merk je gewoon van... het shit zit niet lekker. Het zit niet lekker, maar het zit ergens nog opgekopt. Ja, kan je daar wel in vinden, man. Nou, je bent toch ook een emotionele guy. Dat vind ik ook... Ik ben heel emotioneel. Als je nu mij gaat verrassen met een filmpje van mijn kinderen weer. Nou, toevallig. Nou, doe ik mee direct. Nee, maar wat ik kijk, wat ook mooi aan jou is, is van... als mensen jou zien, ken je als die guy met die lach. Ook met de good vibes. Maar ook heel veel zelfspot. Ja. Weet je, die man maakt altijd grappen, dit en dat. Maar zit er ook een laag, zeg maar, onder... Zo, zelfspot, ja, zwaar, man. Helemaal geen leuk verhaal of zo, man. Dat is echt... Ja, dat zit eigenlijk best wel... Ik heb mijn zelfspot, heb ik mezelf aangeleerd... om een soort van beschermlaag over mezelf heen te creëren. En dat komt gewoon puur door pesterijen... maar echt op zwaar level, zeg maar. En zo zwaar dat het tot de dag van vandaag zit... dat mij nog dwars vind ik het moeilijk om eigenlijk erover te praten zelfs. Maar ook om over te schrijven. Ik heb wel eens dat ik probeer het te verwerken in woorden. Met muziek, dan heb ik even zo'n feeling. En dan stop ik gewoon halverwege. Terwijl ik kan over alles praten, over alles schrijven. Maar pesterijen die ik toen heb meegemaakt... Ja, die waren zwaar, man. En kijk, laat me duidelijk zijn. Ik kom echt uit een liefdevol gezin. We hadden het niet breed, we hadden niet echt geld. Maar de liefde was daar, snap je? Wat ik zeg, wat ik in het begin ook zei, we hadden een hechtclubje. Woonden allemaal dicht bij elkaar. En dat was mooi. Maar naast dat je liefde van je familie krijgt, wil je ook vrienden hebben. Ja. Heb ik niet gekend. Ik was een jaartje of 6 en... Ik zat al op een, weet je, ik kon al moeilijk met mijn gevoelens omgaan. Dus ik zat, naast dat ik ook overgewicht had en alles erop en eraan... waar je al snel natuurlijk een target bent... heb ik ook op een speciaal onderwijs gezeten. Mm-hmm. Maar speciaal onderwijs was er niet in Spijkenissen. Dus wat gebeurt er? Die zit ergens in Oostvoorne. Dat is misschien 30, 40 minuten van Spijkenissen af. Dus wat gebeurt er? Je komt elke dag thuis met het oranje busje. Misschien is het in andere regio's een wit busje, maar je hebt zo'n busje waarvan iedereen zegt van... oh, dat is dat gehandicapte busje. Terwijl, joh, ik ben gewoon een kind met gedragsproblemen. Maar dan heb je al 3-0 achterstand. Ja, man. Snap je, bro? En ik was bij... Ik werd altijd gepest, man. En ik was nergens welkom. En ik was gewoon altijd meer op mijzelf. En weet toch echt dat, het zielige beeld, om het zeg maar zo te noemen... van alleen voetballen tegen het muurtje aan. Omdat je met niemand kon spelen. Omdat niemand met je wou spelen. En... ook daarom dat ik zo vergezeld ben geraakt met gamen. Omdat dat soort van, wat ik altijd zeg... is mijn PlayStation 1 was een soort van mijn beste vriend. Omdat... het was een soort van... iemand die niet, zeg maar... PlayStation kan natuurlijk niet praten. Ja. Maar dat was dus, ja... Hij is er altijd voor je. Hij was er altijd, snap je? Ja. En dus zo heb ik me... Ja, dat heeft me echt zwaar gezeten. Maar het zwaarste... het is een soort van bijna... ja. Ik heb het er ook over gehad. En ik ervaar het omdat ik er zoveel moeite mee heb als een soort van trauma, man. Ja, toch? Het is... man. Maar heb je ooit met iemand erover kunnen praten? Zeg maar dat je het een plek hebt kunnen geven of zo? Ja, lastig, man. Ik heb er wel eens over gehad. Maar het is vooral... zelf terug aan denken vind ik moeilijk, snap je? En ook gewoon de oneerlijkheid, bro. Ik heb meegemaakt dat ik... eindelijk een keertje was uitgenodigd door iemand voor zijn verjaardag. Dat was de eerste keer, bro. Ik werd nooit voor een kinderverjaardag uitgenodigd. Dat is kut als kind, snap je? Dan werd je uitgenodigd, bro. Mijn moeder met haar laatste geld. Outfitje, cadeautje. Je toch, Kars? Ja. Ik wil niet die guy zijn die telkens overal helpt. Het is gewoon real talk, bro. No problem, man. Neem je tijd, man. Het is, weet je, het is iets wat vaak gebeurt. Het is een onderwerp wat ik echt wil bespreken. Want ik weet dat heel veel kids zijn... die dit meemaken en niemand komt voor ze op. En ik wil dat echt doen met Real Talk. En jij bent een held voor heel veel kids. En het feit dat jij je zo kwetsbaar opstaat, bro... hiermee help je ook heel veel mensen. They're not alone. Weet je, kijk van waar je bent gekomen. En je bent toch de topvader. Je is succesvol, full of love. En het feit dat dit gewoon zo zichtbaar is... het laat gewoon zien dat wij hebben de verantwoordelijkheid... om voor elkaar op te komen. Wij kunnen niet... toelaten dat kids gepest worden. Niet te stand-up. Is zo, man. Dat weet is je? Love, man. En weet je, je vertelde over de... als je nog erover kan praten, over de verjaardag. Je ging naar een verjaardagfeest. Ja, man. Verjaardags dus. Ik was voor het eerst soort van echt blij in mijn leven, toch? Want ik ben uitgenodigd op een kinderverjaardag. Ik was blij. Toen kwam ik daar aan. En toen waren we al voor de deur aan het spelen. En al die persoon die hem had uitgenodigd, snap je? Die was met al die vrienden van al die jongens en zo die mij niet mochten. Hè, dit en dat. En waar ik zeg maar door werd gepest. En boy, ik ben gewoon niet op die verjaardag binnengekomen, man. Gewoon weggestuurd, bro. Door die gast zelf? Ja, gewoon, kijk, uiteindelijk... Kijk, die persoon er nooit op aan, want achteraf denk ik van, is groepsdruk, snap je? Ja. Ik ben al heel dankbaar. Neem je tijd, bro. Ik ben nooit met iemand over gepraat, zeg maar, zo op camera, man. Ja. Maar ik was wel heel dankbaar dat hij me had gevraagd, want dat liet zien dat hij... Dat hij goed was, toch? Dat hij voor je was. Dus, wow... Heb je hem ooit daarna nog ontmoet of gesproken erover? Of... Tuurlijk, nou, niet erover gesproken, maar wel, weet, toch gewoon altijd voor me gehouden. En misschien dat hij ook op dat moment niet wist, of tot de dag van vandaag, dat hij zich kan herinneren. Want misschien is dit voor hem een klein ding geweest, hè, dat ik zeg maar, dat hij me daar wegstuurde. Of het was gewoon van, joh, ga weg hier. Het was gewoon heel vaag. En ik ben, bro, huilend in één rechte lijn naar huis gerend, bro. Ik heb heel de avond gehad in mijn kamer, man. Nou, misschien was dat ook het moment dat het me ergens sterker heeft gemaakt. Maar dat was het moment dat, wat je net zegt, van ja, misschien heeft het bij hem nooit zo zwaar gezeten, snap je? Ja. Misschien dacht hij van ja, ik zie me gewoon weg en dan zijn gewoon verder gegaan met de verjaardag. Maar bij mij heeft het echt opgefokt, man. En het is niet eens dat ik... Wow, ik vroeg niks, hè. Ik had geen geld, maar ik vroeg niet iemand van... oh, weet je, geld of... weet je, ik ga met je om, dat je, voor spelletjes. Maar het enige wat ik vroeg was liefde, man. Gewoon acceptatie, dat vooral. Ja. Acceptatie, man. Gewoon, yo. En waarom ik het er moeilijk mee heb? Omdat nu ben ik een heel ander persoon. Maar terugkijken naar die tijd is lastig, man. Het is gewoon lastig. Maar dat maakt jou een mooi mens, bro. En dan ga ik nog ook op camera zitten van... wat ik heel mooi aan jou vind is... Jij bent freaking puur, bro. Kijk, heel veel mensen lopen rond met demonen. Iedereen heeft dingen meegemaakt. Weet je, het is live. Ik bedoel, mensen zien alleen maar de bergen. Maar zeg maar, om de hoogtepunten te waarderen... moet je op een gegeven moment diepe dalen gekend hebben. En overleven zit hem in het feit dat je gewoon met pijn om kan gaan. Het feit dat jij van dit soort pijn... je leven zo hebt omgedraaid, bro. Dat je op een gegeven moment schulden hebt gehad. You came out de schulden, bro. You bought a house. You take care of your family. Ja, bro, vergeet dat nooit, hè, bro. Op momenten nooit, dat je... Man. Weet je, maar dit zijn dingen... Weet je, pest is iets wat je je hele leven met je meedraagt. Ja, het laat emotionele littekens achter. Maar het is wel de blauwdruk van wie jij nu bent. Is ook zo. Want jij gaat nooit iemand pesten op die manier. Nee, je gaat nooit iemand dat gevoel geven. Je gaat jouw kids leren van... je kan niet iemand zo'n gevoel geven, want het is kwetsend. Ja, man. Dat is wel zo, dus jij helpt... zeg maar de new generation. Snap je wat ik bedoel? Dus alle pijn die wij krijgen in het leven... sommige mensen worden op aarde gezet... om bepaalde dingen te doorstaan. Snap je wat ik bedoel? En daarom wil ik tegen iedereen zeggen die gepest worden... als je gepest wordt op school... praat erover met mensen. Talk, weet je? Ga niet verbergen voor je ouders. Soms als je tegen je grote broer het zegt... vind nog grotere vrienden die je gaan beschermen. I don't know. Snap je van... pay somebody lunch money en zeg deze... Snap je? Zorg ervoor dat het bespreekbaar wordt. Zeker, maar en bespreekbaar, dat is het belangrijkste ook. Maar ook dat de kinderen het bespreekbaar maken... maar dat de ouders het ook... en vooral scholen en zo het serieuzer nemen dan dat het is. Snap je? Ik heb het samen met mijn dochter meegemaakt. Die is nu op... Die heeft... we zijn dan nu verhuisd, maar die heeft op 2 andere scholen gezeten... waar het pesten best wel heftig was, ook bij haar. En ook gewoon dat... mijn dochter is echt een lief meisje. Man. Is echt pure hart. En weet je, die zegt dan ook niks terug. Dus dan ben je nog meer doelwit, snap je? Dat komt bij jou extra hard binnen natuurlijk. Ja, man, maar ook omdat vooral... Weet je, in de klas dan waarin ze zat. En ze veranderde gewoon als persoon, maar ook gewoon mentaal. Alles, snap je? Nu zit ze op een school waar ze dat niet meemaakt. En je maakt gewoon een ander soort kind mee, man. Dus, en ik herken het ook snel, snap je? En gelukkig is mijn dochter wel iemand, omdat wij heel erg zijn... opvoeden in van, joh, je kan altijd praten en zeg maar wat er dwars zit. Dus mijn dochter, die heeft bij mij ook, en bij mijn vrouw ook een klankbord, snap je? En Ik merk gewoon hoe ze nu en hoe ze in de vel zit. Van, ze gaat gewoon graag naar school toe. En toen had ze gewoon een periode al, terwijl ze 5, 6 was misschien. Van, joh, ik wil niet naar school, snap je? Wow. Dus het is belangrijk om dat te herkennen, man. En wat ik je zeg van... kijk, zelf ben ik op een gegeven moment ouder geworden. En toen ik in... Ja, dan... Het is gek, hè? Ik heb op een gegeven moment meegemaakt dat ik... Ik liep over de... Als ik met mijn vader was in een weekend... liep ik over Rotterdam heen. En dan had je nog de V&D'ers ook. Ken je die nog daar? Ja. En ik dat is een oldschool, hè? Ja, man. Veel verdiepingen. En ik had altijd... ik wil altijd bekend zijn. En ik was wel op een leeftijd... dat ik, laat ik het zo zeggen... ik was 8, 9, 10 of zo... Dus ik kon bekend zijn, niet eens helemaal linken aan... oh, dan heb je ook veel geld of zo. Maar ik fantaseerde me. Ik was altijd zo'n jongen van fantasie, bro. Ik was, altijd als ik rondliep, dus ik was altijd aan het dagdromen. Ja, en ik liep daar over de V&D heen, bij de V&D daar. En ik dacht altijd van, stel je voor dat ik bekend ben. Mensen komen mij handen schudden of handtekening vragen. Want destijds was het nog niet echt met telefoons, met camera's. Toen ik dat, misschien net begin 2000. Yeah. En ik dacht van, dat zou toch bizar zijn. En ik heb toen op een gegeven moment, heb ik me dat herinnerd, dat ik dat altijd dacht. Op een dag dat ik daar liep en echt foto's moest maken, bro. Het is echt heel bijzonder, man. Wow. En toen stond ik ongeveer daar ook op die locatie... en toen vroegen een hele groep aan mij foto's... en toen kwam ineens die gedachte van... Hey, hier liep ik vroeger altijd en ik wou dit altijd. En als ik dan daaraan terugdenk... heeft het niet eens te maken met... oh, ik wou bekend worden omdat je dan... weet ik veel, wat dikke auto's gaan rijden... maar gewoon die acceptatie, man, dat mensen je mochten. Ik denk dat dat, zeg maar... Mooi. Ja, man, dat is... We willen het allemaal, maar we hebben allemaal verschillende dingen die we meemaken... waardoor die drang groter wordt. Weet je, als jij, net bijvoorbeeld als iemand in armoede opgroeit... dan is jouw drang om het te hebben... omdat je denkt dat dat de oplossing is voor je problemen. Omdat je denkt van, als ik money heb, is allemaal... maar money leads to other problems, snap je? Ja, man. Ik heb heel lang, omdat ik natuurlijk ook van niks kom... heb ik heel lang gedacht van, oké, geld is belangrijk. Snap je, geld is belangrijk, maar... langzamerhand kom je erachter dat het... natuurlijk, het is nodig, het is handig. Maar het is zeker niet alles, man. En ik heb dat laatst... weet je, ik besef me dat steeds meer. Ja. En dan laatst heb ik toevallig... Oh, dat is nog geen week geleden, bro. Was ik... ik had een afspraak. Het was echt een goede afspraak. Echt, Ansam... we hebben een format bedacht... waarvan iemand nu, die ik kan eigenlijk niet te veel erover vertellen... maar iemand die vanuit het buitenland nu zelfs naar Nederland toe komt... die echt hele grote formats heeft bedacht, neer heeft gezet wereldwijd... zo interessant vindt dat wij dat hebben... dat hij, zeg maar, helemaal nu naar Nederland toe komt... om dat met ons te checken. Wow. Snap je? Dus dan zit je een soort van in een glooi van... wow, wow, die Oeroes komt eraan. Maar ga verder. Ja. Dus helemaal hyped up. Ik was helemaal hyped up. Ja. Dat goed gesprek gehad. Meeting was voorbij, ik hou even een cola zegeltje beneden. Ik ga naar boven, want we zouden de volgende meeting hebben... over Supergaande live. En mijn wifey belt huilend op... dat mijn zoon toeval had gekregen op school. Is fucked up ook, man. Wat is gebeurd dan? Ja, het gewoon... op dat moment had hij een weet je, ze werd gebeld op school... en ze hoorden dat hij toeval had gekregen. Dus een soort van dat hij wegviel gewoon met zijn ogen, dit en dat... Ja. Bro, ik ben toen in paniek geraakt. Ik ben naar buiten gerend. Ik heb de auto gepakt. En ik ben naar huis gereden. Dat was, denk ik, een van de meest helse ritten die ik ooit heb gehad. Gewoon omdat, bro, je wilt op dat moment gelijk daar zijn. Maar je kan niet daar zijn, want je bent helemaal in Amsterdam... en ik moet helemaal terug naar Spijkenissen. Snap je, ook nog druk op de weg, bro. Echt, ik heb misschien niet overal even netjes gereden, zeg maar. Maar op dat moment valt alles weg, man. Alles wat je hebt gedaan, alles wat je hebt verzonnen... zo'n gesprek dat je hebt gehad, dat je misschien nu iets hebt... wat internationaal kan gaan. Alles valt weg, man. Omdat gezondheid staat boven alles. Ja, en moet ik wel even erbij zeggen, even een disclaimer... gelukkig bleek het... minder erg te zijn als dat het was. Gelukkig wel. Omdat, kijk, het was verklaarbaar. Hij had koorts. Die koorts was gepaard met keelpijn. Of een keelontsteking en een hele diepe oorontsteking. Waar hij dus waarschijnlijk al een week mee rondliep of zo. Dus dan maakt het verklaarbaar. Stel je voor, want kijk, ik ben zelf een hypochonder. Dus ik weet heel veel over ziektes. Ik heb alles al in mijn leven gevoeld, gehad, alles gegoogeld. Ja. Dus, en toen ging ik dat ook nog een beetje, terwijl ik in de auto zat, het opzoeken. Weet je, en dan kom je ook bij dingen als leukemie en zo, kom je uit, snap je? Maar stel je voor dat hij niet die oorontsteking en alles had gehad, dan is het niet verklaarbaar. Ja, dat hij dan ineens van die toevallen krijgt en wegvalt. Snap je? Dan wordt het al spannender. Ja. Dus, maar ja, wat... En het is niet echt dat je... dus dat als ik in zo'n auto zit, het is niet dat je op dat moment denkt van... Hey, fuck al het geld wat ik heb. Ik was gewoon in een tunnelvisie. Ja. Maar je weet wel, als je er achteraf naar terugkijkt van... Niks boeit meer in het wereld, man. Alleen die gezondheid, snap je? En ik denk dat als jij de grootste miljonairs zou vragen... Die misschien ooit een kind hebben verloren... Of noem maar wat, of een kind hebben die ziek is. Als je aan hun zou vragen... als je al je geld neemt, dan zouden ze het per direct doen, man. Ja. Snap je? De gezondheid boven alles, man. En daarom, dat besef heb ik steeds meer. Dat heb ik ook met Stef. Daarom dat ik en mijn wifey ook echt met een gezonde levensstijl bezig zijn. Ja. En, dus sporten, eten anders? Ja, man. Ja, man. Okay. We doen ook intermittent fasting, als ik het zo goed noem. Dat je 8 uurtjes alleen maar eet. En dan 16 uur niks. Ja. En we hebben altijd een beetje een fase gehad dat zij even gezond aan het doen was. Ja. En dan ik weer niet. En dan had ik weer een fase dat ik heel gezond aan het doen was en zij niet. En op een gegeven moment hebben we goed gezeten van oké, luister dan. Weet je, we zijn nu, ik wil niet per se zeggen op leeftijd, maar we worden steeds ouder. Ja. We hebben 3 prachtige kinderen en we willen wel langer voor er zijn. En hoe wij nu leven is niet de meest gezonde leefstijl. Dus nu hebben we voor het eerst... echt een soort van dat besproken. En ook zijn we samen ermee bezig. En moedigen we elkaar daar ook in aan. Dus dat vind ik heel fijn om te zien. En natuurlijk hebben we wel eens, bijvoorbeeld gisteren... hebben we echt lekker gegeten. Ja. En zijn we naar bios gegaan. Ja. Maar dat mag ook wel eens. Maar als je het maar weer oppakt... Dus, daar... Zij doen ook samen sporten. Ik heb een goede trainer. Ja, Curtis Fox, man. I can hook you up. Ja, Curtis, als je kijkt... Hey. Is die goed? Ja, bro, als je naar die kill kijkt, dan als ik naar hem kijk, denk ik, ja, maar dat wil ik ook. Maar hij is gewoon, weet je wat ook tof van hem is? En dan ga ik hem een dikke shout geven. Hij is, behalve dat hij fit is, hij is gefocust. Hij heeft een goed hart. Hij gunt. Hij wil je echt helpen. Dus hij gaat je ook gewoon laten bellen van... Hé, maar bro, heb je je voedingsschema genomen? Heb je wel eens getraind? Want ik werd op een gegeven moment ook heel bol. Op een gegeven moment had ik dus, weet ik veel... ik woog 104, 105. Maar voor mij, ik mag als... Was dat in die tijd dat ik je altijd zag slapen in de trein? Ja, zo'n bolhoofd zo. Jongens, dit is niet normaal. Ik moest altijd in de trein naar Amsterdam. Toen had ik nog geen rijbewijs. Ja. En ik had er altijd opnames voor First en noem maar wat op. En in een of andere manier zat ik altijd met jou in de trein. Niet eens met elkaar connecten. Van, joh, zit je vandaag ook in de trein? Maar altijd kwam ik hem tegen omdat ik dezelfde soort van... want je hebt een hele lange trein. Dus ik kon ook voorin of achterin. Klop. Maar het is altijd een beetje midden. Klop. Midden, achter zo. En dan kwam ik altijd hem tegen. En dan zei ik, joh, fuck it, hoe is het inderdaad? Geen grap. Na 10 minuten de man was... gewoon slapen. Altijd. Bro, maar dat was een gek. Want dat was... voor de mensen die intunen die me alleen maar kennen van internet en YouTube. Ik doe ook radio, dus de ochtendshow op FunX. En dan sta ik dus 15:15 stond ik... Nee, 15:15 was ik dus al onderweg. Dat is wel big, hoor. Dus ik was op een gegeven moment... was ik ongeveer 5 uur kwam ik aan in Rotterdam. 6 uur had ik mijn show. Van 6 tot 10. Dus ik pakte ook gewoon 2 treinen eerder. Omdat ik paranoïde was. Van stel dat ik eentje mis, dan kom ik te laat. Yeah. En dan zijn alle ogen mij gefixeerd. Van, zie je, hij is weer te laat. Oh, die oude baan is weer te laat. Ik heb een soort prestatiedruk van... No, jullie gaan het nooit over mij zeggen. Dus ik zat inderdaad in de nachttrein. Dus ik zo... Ja. En ik snurk hard, toch? Ja, man, helemaal geen. Zo mooi. Het was ook van, ik hoorde het gewoon. Ik hoorde op een gegeven moment, raakte ik er gewoon aan gewend. Dus had ik zo, en dan hoorde ik... Ja. Dan dacht ik, oh, het is weer zover. Ik keek zo opzij, zo zag ik deze man. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik dus ook geen auto heb gereden heel lang. Ja. Ik wil binnenkort beginnen met gewoon lessen. Ik wil gewoon 20 of 30 lessen nemen. Want ik heb wel een rijbewijs. Mijn rijbewijs had ik ooit gefixt, omdat mijn ex toen de tijd... Ik zat met haar in de auto, ik zat achterin, haar moeder zat voorin. En ik zei, keer dat je gewoon even advies geeft. Maar later besefte ik dat mensen die rijden geen advies willen horen. Nee, zeker. Dus zij zegt tegen mij, wil jij pas je mond openmaken als je rijbewijs hebt? Bro, mijn ego, hè? Wacht maar. Gelijk de volgende dag ingeschreven, rijbewijs gehaald, 2-3 maanden later. Daarna nooit meer gereden. Op een gegeven moment, helemaal leuk. Ja, ik heb gewoon al bijna 8, 9 jaar niet meer gereden. Dus ik weet gewoon misschien niet eens. Dus ik moet echt lessen krijgen. Dus, toch dus hebben niet lessen hebben in de trombone. Ja, maar ik wil het ook doen ook voor mijn zoontje. Want hij is 5 nu. En ik wil hem ook naar plekken brengen. Man. Snap je? Ja, je kan niet met die trein naar Beekse Bergen. Snap je wat ik bedoel? En hij speelt nu met mij Gran Turismo. Ja, dus ik zei tegen hem voor de grap... Hey, wat voor auto moet papa halen? Hoor hem. Mercedes. Kun je met een andere auto kopen? Kunnen we niet beginnen met een Skoda? Snap je? Kijk gewoon. Maar hij is mijn enige... Dus ik denk, oh, maar moet ik ook indruk maken op die kut. Dus mijn ego wordt weer getriggerd. Maar nu bijvoorbeeld... ja, hoef ik niet meer naar Rotterdam, dus dan ben ik vooralsnog in Amsterdam in de studio. Maar, ja, weet je, maar ik zit dan zeg maar in West, dus ongeveer 20 minuten van werk. Dus nu pak ik alsnog de Uber. Oh ja. Mijn moeder belt mij. Waarom ga je met de Uber? Ga fietsen of zo. Maar dat is gewoon bijna een half uur fietsen. Koop een elektrische fiets. Maar bro, dan kijk ik naar de elektrische fietsen. Ik weet niet welke ik moet kiezen. Ik zie de ene komt met een Van Move. En Knaap heeft een hele gruwelijke fietsen. Maar je weet niet wat je... Ben je van die elektrische fietsen? Oh, zie ik eruit alsof ik fiets. Nee. Maar dan gaan we eentje regelen. We gaan weer fietsen. Nee, man. Nee, maar ik wil het wel trouwens. Ik wil het wel echt gaan doen. Vooral nu met een gezonde lifestyle en zo. Maar het is ook wel leuk om met die kids en zo. Bijvoorbeeld, je hebt... hoe heet dat ook alweer? Elke rapper heeft daar een videoclip opgenomen. In die soort van de woestijn van Nederland. Hoe heet dat nou ook alweer? Joh? Woestijn van Nederland? Ja, joh. We hebben zo'n... Iedereen heeft daar een clip gehad, joh. Zelfs wij hebben daar een clip gehad. Oh. Je hebt... waar is dat nou, joh? We hebben een soort van... omheen van die... Waar je alleen maar zand hebt. Je hebt zo'n plek waar alleen maar zand... Veluwe. Nee. Veluwe, ja. Veluwe, toch? Veluwe. Veluwe, ja. Dus dat je daar lekker met gezin gaat fietsen en zo. Ja. Dat soort dingen doen, man. Dat is geweldig. Ja, maar daarom zeg ik wil ook meer gaan fietsen. Dus ik ga gewoon echt meer googlen. Maar er zijn heel veel elektrische bikes, man, bro. Je kan bijna niet kiezen. Maar er zijn wel een paar dopen. Maar ik denk van, je weet toch, van... als je tips hebt, laat even weten... Welke elektrische fiets? Of als je een bedrijf hebt. Hey. Die hebben een goede sponsordeal. Hey! Goed, we hebben het erin, maar... Ja, maar even leren. Maar heb je wel eens dan dat mensen dan bellen... en dat je dan op een gegeven moment... dat ze met de voorwaarden komen dat je denkt... Serieus, kill? Ja, bro, ik denk dat mensen soms onderschatten... in hoeveel geld er in omgaat. Weet je, we ook niet per se een bedrag noemen... maar het gaat best wel fix. Dan best wel grote bedragen. En dan zegt iemand van... yo, kom eens met een product van... weet ik veel... een paar honderd euro of zo... Even, kan je dit hier even een post voor doen? Dat ik denk van, ja, maar bro, zo werkt dat niet. Snap je? Zo werkt het ook niet bij tv. Ja. Snap je? Maar, dus daar moet je wel heel streng in zijn, denk ik. Tuurlijk kan je altijd wel hier en daar, als het een vriend is, kan je wel gunnings gooien. Maar wat het probleem is, wat ik heel vaak mensen die doen, is ze promoten bijvoorbeeld games. Ja. Dan krijgen ze een spelletje opgestuurd. Ja. En dan gaan ze het helemaal promoten. Hey, thanks, dit en dat. Bro, iedereen weet... dat een spel niet meer dan €60 is. Als jij dat soort dingen gaat posten... oké, kan, prima. Ja. Maar dan moet je niet verwachten... dat er nog andere bedrijven naar je toe komen... die heel groot zijn en zeggen van... hey, en dat je een grote bedragen wil vragen... dat ze zeggen van, ja, maar kom op, man. Ik zie je altijd spellen voor €60. Snap je? Dus je moet op een gegeven moment... moet je een soort van... je hebt gewoon je eigen marktwaarde, toch? Je hebt je eigen waarde en daar moet je ook op een gegeven moment nooit onder zitten. Ook al is het een... Je hebt altijd een speling. Laten we zeggen... iets naar boven, iets naar beneden. Ja. Maar nooit... En daarboven natuurlijk altijd. Maximaal. All the way up! Maar nooit onder een ondergrens. Ook al is het €50 daaronder. Ja. Als je over die ondergrens gaat, dan ga je over die ondergrens... ga je weer naar de volgende ondergrens. En voor je het weet je, doe je... maak je een hele post voor, weet ik veel... voor iets... Ja, ik wil niet zomaar voorbeelden noemen. Ja. Maar straks heeft iemand, een andere YouTuber... daar toevallig promotie voor gemaakt. En dan is het... Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja. Je moet een bepaalde ondergrens hebben. Daar nooit ondergaan, man. Maar heb je ook managers die dat ook in de gaten houden? Voor mensen die nu dromen hebben om in de YouTube-business te gaan... Moet je op een gegeven moment management hebben... die op een gegeven moment naar alles kijkt? Of doe je je eigen... Ik denk dat je altijd voor jezelf moet staan. Ik denk dat je ook je eigen kring moet opbouwen. Dat is altijd handig voor later. Ja. Dus netwerken. Maar en zelf hier en daar onderhandelen en zo. Maar het is wel heel fijn om een management te hebben. Maar een goed management vinden is bijna onmogelijk. Ja. Weet je toch? Het is echt lastig. Dus als je het eenmaal hebt, heel fijn. Maar het is wel een lastig iets. Want een manager... Er zijn weinig managers die denken aan bijvoorbeeld of iets wel bij jou past of niet. Okay. Want ja, want nu krijg je een campagne binnen voor 20k. Stel je voor, je manager pakt 4k. Ja. Pak dan 4k, als die 20% pakt, pak die 4k daarvan. Ja. Dan ja, en jij hoeft het te posten, die manager onderhandelt het alleen. Dan heeft hij zijn 4 ruggen in zijn zak, bij wijze van spreken. Maar misschien past dat merk niet bij je. Ja, misschien zit je, weet je... er zijn managers die jou nog, zeg maar, pakjes cocaïne zouden laten promoten om er, zeg maar, zelf op te verdienen. En dat is dan het extreme voorbeeld ervan. Ja. Maar zo zit het wel in elkaar. Dus het is heel moeilijk te vinden om een manager te vinden die het echt met je meent. Ja. En die ook zegt van, joh... ik heb het bijvoorbeeld bij mij gehad. Op een gegeven moment was er een campagne. Die kwamen naar ons toe. Ja. En die zeiden van, ja, we hebben een campagne met die en die lopen... waarvan ik, zeg maar, laten we zeggen, even groot als niet groter dan ben. Ja. Daar hebben we een campagne voor lopen. En we hadden nog wat budget over, dus we wouden QC graag hebben. En dat ging om best wel een fix bedrag. Dat was een groot bedrag. Ja. En mijn manager zegt, dat gaan we niet doen. Ik zeg, nou, hoezo niet? Hij zegt, bro, als jij dit soort dingen accepteert... dan gaan ze jou altijd als die leftover zien en zeggen... van, oh, weet je wat, het is nog leuk om QC erbij te houden. Ja. Hij zegt, je bent groter dan die jongens die campagne eigenlijk hebben gekregen. Hij zegt, we gaan gewoon nee zeggen en ik ga erbij zeggen... kom maar de volgende keer terug voor QC als jullie hem serieus nemen... en wanneer hij, zeg maar, eerste keuze is. Heb ik tegen best wel een fix bedrag nee moeten zeggen... wat ook weer in zijn portemonnee snijdt, want... dat is een goede manager dan. Ja, hij pakt ook zijn procenten. Okay. Maar hey, dat heb ik gezegd. Of ik heb daarmee toegezegd. Hij is daarmee naar de klant gegaan. En gezegd van nee, hartelijk bedankt. Maar kom maar terug als jullie serieus zijn. En ik denk een jaar later kwamen ze met een... Een grote campagne, die maak ik wel, snap je? Dus, maar, je lacht nog steeds, dat was een heel mooi campagne. Hij heeft die lach toch? Ja, even die lippen, even die lippen likken. Dit was een hele goeie. Ja, was een goeie hoor. Was een hele goeie. Nee, maar je moet daar wel heel, heel sterk in zijn en scherp in zijn. Maar ook zelf vooral scherp zijn, want uiteindelijk, weet je, wow. Dit is ook niet voor altijd. En op een gegeven moment wil ik ook voor de camera's gaan verdwijnen, man. Zeg maar, ik wil relevant zijn totdat ik relevant ben. Maar niet proberen relevant te zijn. Dat is mijn grootste nachtmerrie. Dat je, zeg maar, op een gegeven moment niet meer relevant bent... en allemaal dingen gaat doen om dat proberen te blijven. Terwijl, bro, ik heb ook kinderen. Ik wil niet dat mijn kinderen straks op middelbare school zitten... en dat het is van, oh... Hey, jouw vader probeert relevant te blijven, want die doet allemaal kutprogramma's en dat. En dat ze op die manier worden uitgelachen, man. Snap je? Kijk, is het een relevantie op een Humberto, ik heb een eigen talkshow level? Prima. Maar bro, ik kan niet meer straks. Als ik, laten we zeggen, wanneer hun allemaal op middelbare school zit, bro, dan... laten we zeggen, over 10 jaar of zo. Bro. Binnen 10 jaar ga jij een andere move maken. Ja, maar wat ik zeg, ik ben vooral wat ik zeg, bro, met die formats en zo, we zijn... Buiten al die YouTube om ben ik ook gewoon een formatontwikkelaar, snap je? En maak ik gewoon formats en ja, dan gewoon op de achtergrond treden. Dat is ook een dikke prima. Als jij op een gegeven moment jouw relevant bent geweest en die tijd is geweest, accepteer het, man. Ja. Snap je? Accepteer de punchline. Accepteer de punchline. maar ook op het gebied van je wilt als voetballer ook niet te lang doorgaan. Dat je ineens wordt herinnerd voor je laatste 5 jaar... waar je tering slecht was, geen enkele bal meer raakte. Snap je? Bro, Kuyt is op een mooie... Snap je? Je was met Kuyt. Hoe was dat? Ja. Want je hebt een foto gepost. Ja, was Kuyt. Gewoon even langs gaan. Was wel leuk. Even, bro. Dat is wel bijzonder. Bro. Want jij keek vroeger vaak naar hem. En opeens ben je met die man... Maar en ook met Van Persie opgenomen. Dat zijn wel van die dingen dat ik denk van... wow, kinderdromen, snap je? Ja. Maar dat maak je mee. Dat koester je. Maar ja, dat is het dan ook. Ik ben daar wel simpel in geworden. Jullie bellen van, hey, Kuyt. Nee, maar dat is niet Kuyt, man. Maar ik durf Robin wel Robbie te noemen. Oké. Robin, nee. Maar dat is het ding wat ik probeer uit te leggen van... stop gewoon op een gegeven moment op je hoogtepunt... en probeer niet relevant te blijven. En puur gewoon alleen al voor mijn kids. Snap je? En als ik straks... En vooral op de achtergrond treden. En daarom is het ook netwerken nu belangrijk, want... Weet je toch? Straks op achter de schermen zou ik ook... Ik zou ook best wel misschien... ik wil denk ook wel iets in het management gaan doen. Maar vooral omdat ik zie van... Well, ik durf van mijzelf 100% zeker te zeggen... ik zal nooit iemand naaien voor geen enkele cent, snap je? En mensen ook gewoon behoeden van... Yo, doe dit. Ik doe dat nu al, hè. Ik heb soms dat ik... YouTubers die nu opkomend zijn, hard aan het gaan zijn. Ik geef ze allemaal adviezen mee. En daar hoef ik niks voor. Maar ik zeg gewoon van, joh bro, weet toch, ik laat je weten van mijn kant hoe ik hierover denk. Als ze bijvoorbeeld een deal willen tekenen of iets willen gaan doen. Dat ik zeg van, joh bro, ik heb hier geen belangen bij. Maar weet toch, ik vind je tof. En ik zie gewoon, ik wil niet dat mensen soms dezelfde fouten maken die ik zelf heb gemaakt. En dan probeer ik ze daarvoor te behoeden. Dan praat ik daar met ze over. Dan bel ik daarover. En dan zeg ik van, bro, ja, ik weet niet of je dit wel moet doen. Dit en dat. En dan zeg ik van, eindelijk is het je eigen keus. Maar dit is gewoon alleen advies wat ik aan jou mee kan geven. En dat doe ik, bro. Dat doe ik niet zonder of iets voor te rekenen. Snap je? Het is gewoon, maar ik denk van, ik wil dat doen. Dus dat zit in me. En dus management in de toekomst. Ja, dat. Maar gewoon meer dan dat. Gewoon management. En ik denk dat het al best wel snel gaat starten. Ik wil wel op de voorgrond blijven. Maar dat al wel op de achtergrond wil gaan doen. En weet je, de brug zijn tussen YouTubers en bedrijven die campagnes hebben voor YouTubers. Mm-hmm. Omdat daar nog vaak een frictie tussen zit van, yo, ze weten niet helemaal hoe het zit bij de YouTuber, hoe het moet. Dus je hebt heel vaak mensen die een campagne ergens willen pitchen, maar dat het op hun manier moet gaan. Terwijl je moet denken van, yo, je moet een middenweg vinden. Jij wilt jouw product promoten, maar de content van de kijker waarop je het wil, moet wel gewoon zijn content blijven. En ik denk dat daar, weet je, in tv is dat natuurlijk heel anders. Maar dan is het gewoon in een programma. Nu heb je het gewoon met personen te maken waar mensen voor kijken voor die persoon. Dus als je die persoon dingen gaat laten doen die niet bij hem passen, dan gaat het niet kloppen, gaat niet werken. Dus daar zou ik graag een brug tussen willen zijn. Gewoon eigenlijk een soort van mediabureau. Ja. Gewoon, weet je, en misschien heel stiekem ben ik al, zeg maar, gewoon met veel plannen daarvan bezig. En wat ik je zeg, mediabureau, er komt meer bij kijken. Formats ontwikkelen, weet je. Dat er iemand uit het buitenland naar Nederland toe komt. Is dat een compliment? Ja, is al een compliment, snap je? En ik denk dat ik daar heel goed in ben. En dat ook in de toekomst wil doen. En dan langzamerhand, zolang ik YouTube leuk vind en doe, blijf ik het doen. Maar bro, dat reetje met spelletjes nu kan het. Over 10 jaar kan ik dat toch niet meer doen, Fernando, snap je? Ondanks dat ik het wel leuk vind. En over 10 jaar reetje ik waarschijnlijk nog steeds met een game. Maar dan zit je in die oeroes. Huh? Misschien, maar als ik ooit die oeroes heb, gaan we een interview doen in die oeroes. In die oeroes, dan? We rollen. Ik zie het niet heel snel gebeuren, man. Want ik denk dat voordat ik zoiets koop, moet ik echt belachelijk rijk zijn. Maar bro, echt belachelijk. Wat ik wil zeggen daarop, je bent al rijk, bro. Dat wel. Je got your family. You got everything, bro. Dat is, uiteindelijk zeg ik altijd, en daarmee wil ik de podcast, zeg maar, pauzeren, want we gaan gewoon door. Er gaat een deel 2 komen op een gegeven moment, want dit is gewoon echt real talk. Wat ik wil zeggen ook tegen mensen die kijken, denken van, oké, ik moet de rijkdom hebben. Ik snap het. Ik weet niet in welke positie je komt. Ik bedoel, je hebt geld nodig, inderdaad. Rekeningen moeten betaald worden. Je wil je familie helpen. I understand all of that. Maar uiteindelijk gaat het om emotionele rijkdom. Rijkdom die je hebt vanuit je hart. En herinneringen maken, man. Ja, man. Ik heb echt meegemaakt, bro, dat ik... Weet je, toen ik eindelijk geld had, dan wou ik heel veel voor mijn dochter kopen. Echt, tot de dag van vandaag, als mijn dochter iets wil, weet je. Zolang ze niet, zeg maar, verwend gedrag of zo gaat tonen, kan ze alles van mij krijgen. Boeit mij niet, snap je? Geen oeroesdag. Maar ze kan gewoon, zeg maar, je weet hoe ik het bedoel, gewoon alles van mij krijgen. Maar als ik haar bijvoorbeeld een iPad geef, weet je, ze is daar heel blij mee, heel dankbaar mee. Maar ze praten niet over. Ze praten over de keer dat ik haar meenam naar een Feyenoordstadion. Dat we een wedstrijd gingen kijken. Of dat we dit gingen doen, dat gingen doen. Snap je? Herinneringen maken is het belangrijkste en het meest kostbare wat er is. En we hebben niet zo lange tijd op de aarde. Laten we zeggen, je mag wel blij zijn als je de 70 jaar hier bent. Dan heb je het al goed gedaan. Snap je? En die tijd gaat veel sneller als dat je denkt. En het kan ook zomaar morgen over zijn. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon herinneringen maakt. Dat is waar ik nu ook mee bezig ben. Gewoon leuke dingen doen, herinneringen maken. En dat bij je kinderen achterlaten, zodat hun dat later weer aan hun kinderen kunnen vertellen, man. Mooi, man. Bro, ik wil je danken. Echt bedankt voor je komst. Ik vond dat je het tof vond. Ja, man. Ja, ik vond het heel tof, man. Ik vond het tof om met je te doen. Ik heb ook meer, weet je, gesproken... over dingen dan dat ik dacht, zeg maar. Ik bedoel, zo'n ding over dat gepest zijn... Vind ik echt een lastig onderwerp. Al lastig om over na te denken. Lastig vooral om over te praten. Laat staan op de camera. Maar ik dacht, misschien is nu het moment ervoor. En misschien is dit, naast dat het een goede tip is... of voor mensen thuis die gepest zijn... is misschien ook wel weer een next step die ik voor mezelf heb gemaakt. En ja, man, dat is voor de mensen thuis, man. Ja, pest, man. Scotty shit, snap je? Ik heb me er zelf ook wel schuldig aan gemaakt. Laten we daar niet van vergissen. Op een gegeven moment kom je ook op een leeftijd dat je een beetje rebels wordt, dit en dat. Maar ik kwam wel heel snel erachter van... Hey bro, wat je nu aan het doen bent, is niet tof, man. Dit was precies, zeg maar... Snap je? Dus wat jou beschadigd heeft. Ja, wat jij beschadigd heeft. En daar leer je dan van. Dus weet je, het gaat voor iedereen, man, bro. Of weet je toch, van... ja. Ik vind het mooi, bro. En wat ik je altijd wil zeggen van... Als je weer iets hebt om over te praten, bro... En je wilt, zeg maar, in de podcast zijn waar het niet geknipt wordt... waar je gewoon jezelf kan zijn. Ja, toch? Kom naar Real Talk. Ik ben terug. Elke zondag drop ik een nieuwe. Ja, lekker. Shout-out aan Jano. De man die bij zichzelf denkt... Ik haat vertelde man. Ik moet gewoon dit editen. Maar ik wil hem altijd een dikke shout-out geven... omdat ik zie die man grinden. Die man heeft zijn eigen junta. Die man werkt ook keihard. Die man gaat ook zijn andere droom achterna. Hij gaat gewoon kickboksen, hè. Dus die man ga je op een gegeven moment bij Infusion zien. En bij Glory, weet je. Dus hij is nu al... Ja, man. Maar ik kan gewoon fit hier. Ja, man. Ik kan gewoon vechten. Lekker, man. Glory, man. We hebben geen beveiliging hierdoor. Hij is ready om... Snap je? Dus ik vind het ook mooi om ook mensen ook credits ook achter schermen te geven. Want ik vind van... Sowieso moeten we meer love geven in deze game. Ook mensen ook zeggen dat je mensen waardeert. Weet je? Ja, man. En er meer voor openstaan. Ja. Dat is denk ik ook heel belangrijk, man. Daarvoor openstaan. En ja, wat je zegt, man. Vooral praten. Praat erover. Praat erover, man. Dus anytime you want to talk, mijn platform, show platform, kom gewoon. Nou, voor je zit ik hier wekelijks, zeg. Nee, dat mag gewoon, bro. dit is, ik hoop dat je de sfeer ook vet hebt gevonden van... Dit is, zeg maar, mijn eigen studio. En ik wilde gewoon... Nice, man. Je weet toch, tv je toch, ik heb ook vaker formats met tv-mensen besproken van... Ja, we moeten even kijken. Wat zie je voor je? Gewoon wat Oprah Winfrey in Amerika doet in Nederland. Ja, maar hoe? Weet je wat, jullie praten te lang, ik doe die shit zelf. Ik interview toch al die mensen zelf. Laatst de koningin geïnterviewd. Dus langer dan een uur live, bro. Dat is lijp, man. Maxima, man. Snap je? Dus mijn moeder belde me. Hé, ik ben lekker bezig. Mijn moeder is kalm, toch? Ja, heb je een foto gemaakt. Dus iedereen... Maar de Oprah Winfrey van het ding, dus er zit iets onder mijn stoel nu. Ja, die oeroes. Dat zou mooi zijn, man. Nee, maar weet je, ik ben met Oprah opgegroeid. As the World Turns kijken en Oprah Winfrey. Wat ik mooi vind aan haar is haar... compassie, haar intentie om mooie gesprekken eruit te halen, om mensen ook iets bij te brengen. Ik wil echt dingen maken. Ik kan ook op Sensa zitten en dat soort dingetjes. Maar ik wil gewoon legendary conversations vastzetten. Weet je, gewoon als mensen met iets zitten, pijn, of ze zijn door dingen gegaan. Dat interview ook met SFB, tussen vastzaten, tussen weer vrijkwamen, die 77 nachten. Weet je, dat exclusive interview wat we gedaan hebben. Dat interview met Campy, dat hij op een gegeven moment zich ging bekeren. Of Elgera Elia, die laatst ook hier openhartig heel was. Ik hou van het kunnen vertellen van die echte verhalen. Dat is real talk. Weet je, dus ik zeg iedereen, voetballers, basketballers, everybody... Kom hier, je weet toch? Kom hier, man. Real talk bij Fernando, man. Ja, man. En een echte oprecht, bro. Goede interviewer. En een goed mens. Dat is nog belangrijker, denk ik, man. Anders had ik hier niet gezeten, man. Ik wil een superheld zijn van mijn zoontje, man. Dat is, ik ook, man. Voor mijn 3 kinderen, man. En ik wil echt... Ik zeg je eerlijk, maar ik wil nu wel minder gaan huilen voor camera's, man, bro. Dus zeg maar... Dat is de laatste keer als je het begint wel de laatste keer, bro. Ja. Ik zat nog vandaag... Ik dacht nog van... Ja, maar bro, ik zat denken van... Waar ga ik allemaal over praten? Ik weet niet wat je natuurlijk allemaal gaat vragen. Maar ik dacht van, ja... Ze hebben onderwerpen waar ik over zou praten, maar dat vind ik moeilijk, man. Maar ik ga niet huilen op camera, man. Ik wil dat niet meer, maar ja. Maar je hebt het niet... Weet je, het is bro, kijk... Op een gegeven moment bij andere interviews of bij een ander interview... dan zie je kinderen en dat is iets wat gewoon... Omdat alles bij elkaar terugkomt en dan komt die emotie. Maar dit was een gesloten deur waar je... vrijwel bijna nooit over praat. En dan opeens moet je die deur openmaken. Ja. En dan komen die herinneringen. En dan moet je op een gegeven moment gaan balanceren in je hoofd. Hoe ga ik dit op camera vertellen? En dan komt het gewoon. En in één keer ben je die kleine jongen. Ja. En dat vond ik heel mooi. En ik wil je daarvoor bedanken. Omdat je dan... in kwetsbaarheid zit kracht. Ik blijf het altijd zeggen. Weet je, in kwetsbaarheid zit kracht. Het is niet erg om te huilen. Nee, man. Vooral noodzakelijk als je erover praat. Is zo, man. Dus thank you very much. Ja, we gaan zo meteen eten, man. Volgens mij. Ja, maar voor mij gaan we wat eten. Dus degene die niet de helft even moet betalen. Gaan we tikjes sturen. Yo, dit was Real Talk. En je weet het, elke zondag komt er een nieuwe aflevering. Als je deze Real Talk gruwelijk vindt, duim omhoog, like het. Deel het met je vrienden. Het is kennis die je wilt delen. Heb je waarde eruit gehaald? Denk van, hey, tof, dit wist ik niet. Wat vond je tof? Laat het ook even weten. Weet je, reageer eronder. Hou een conversatie. Misschien zetten we ook een hele leuke prijs in de description. Vonden de stoel volgende keer. Keep it cool, keep it banging. Oh shit. Keep it hard, keep it banging. Oh, keep it hard. Keep it banging. Maar je keep it nooit cool. Ja, nee. Keep it hard, keep it banging. Don't keep so, so. Fuck it. Don't move, man. Keep it hard, keep it banging. En keep it cool af en toe. That's all we do. NandoLeaks. Real talk. Woo.